Bij aflevering 317 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast, waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik zit hier met Bert en Peter Slachter. Goedemorgen. Goedemorgen Bart. Good morning. Goedemorgen Pete. Als je wil, laat dan vijf sterretjes achter op Spotify of like de video op YouTube. Daar kan je ook abonnee worden. Uh, en vul je het nergens in. Let op scam websites en check laat je niet hekmaken.nl. Als je Jezelf, je kinderen, je vrouw, je moeder, je vader, je oma's en opa's, ook uh, wat betere online security gunt. Ja, ga dan naar laatje maken.nl En daar uh, staan allemaal handige tips om dit soort scams en phishing uh, te voorkomen. Dan hebben we natuurlijk Bitfavo, dat is de grootste exchange van Nederland, waar je gemakkelijk en tegen lage kosten in meer dan 300 assets kan handelen, zag ik van de week op Twitter langskomen. Wekelijks worden daar nieuwe assets aan toegevoegd. Handel net als ruim 1,6 an, miljoen andere klanten bij Bitvavo. Dat zou mooi zijn. Handel net als 1,6 andere klanten bij Bitfavo. Dat, dat, het, e bij Bitfavo. dat, is, nee. dat het gewoon <laughs> uh, op een paar decimalen wordt ja. afgerond. Hey, maar part, heb jij een applausje onder de knoppen? Toevallig? Uh, nee, die is nog steeds. Uh, oh, alle applausjes oh, zijn gebannt. Uh, dus je zal zelf moeten klappen, maar dan wordt het ook een beetje treurig. Hè, zodat, ja, vind uh, ik wel, maar dat kan ik wel even doen. Weet je, applausje. Voor het Nederlands elftal en voor Bitfavor. Want het Nederlands elftal is daar de achtste finale door. Nou, He? inderdaad, He? jongens. Uh, we zijn dus toch maar mooi een van de beste nummers drie van Europa. Hè? Precies, Zo. Ja, ja. zijn er maar vier hoor. <laughs> ja, ik zat te denken: weet je wat je moet doen met dat EK. Kijk, nu is het toch een beetje half half. Je moet gewoon die, die uh, eerste ronde, je moet gewoon alleen de slechtste nummer vier gaat eruit. Maar om het dan spannend te maken, ook de beste nummer één. Dus dan, weet je, dan gooi je het nog een klein beetje om. Uh, slechtste nummer vier, beste nummer één. Ja, en dan ga je gewoon, dan, dan maak je gewoon van die poolfase, dat is het nu eigenlijk al, gewoon een verkapte uh, warming-up eigenlijk. Gewoon een paar leuke wedstrijdjes, gezellig. En daarna begint het, uh, het toernooi, ja. uh, Net zoals nu. Ah, ik, ik vind dat je het dan wel een beetje downplayt, hoor. Alle effort die erin is gestoken. Ik heb die mensen zien zweten op die voetbal, uh, uh, hoe heet het... Uh, op die grasvelden van... het voetbalveld <laughs> in de, bedoel je? In die, in die hitte. <laughs> Weet je, ja, prachtige wedstrijden hebben we gezien. Maar ik dacht, ja het is vooral relaxed voor Bitfave. Want uh, die, die zijn natuurlijk sponsor van de KNVB. En ik, ik hoor dan die, uh, die P-Rolls langskomen op tv en zo. Nou, het is toch fijn dat het nog een wedstrijdje doorgaat. Ja, hè, precies. Nog een keer dat, 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 dat grote bord bij die persconferentie daarachter. Waar ze ook ja. tussen staan. Nee, zeker. Dat is helemaal waar. Hey, uh, we gaan eens dus even wat uh, mededelingetjes doorheen gooien, jongens. Want, uh, dat is een mooi bruggetje overigens. Uh, omdat het Nederlands elftal speelt op 2 juli, hebben wij besloten uh, de QA te verzetten. Want anders kijkt er niemand naar het Nederlands elftal. En dat is dus natuurlijk voor Bitfavo bijvoorbeeld ook gewoon helemaal niet leuk. Nee. Weet je, als iedereen bij de QA zit. Dus uh, we hebben hem verplaatst naar dinsdag 9 juli. Om acht uur s avonds, tijdens hetzelfde gebleven, een weekje naar achter verschoven. Ik heb alvast gekeken, er zijn geen wedstrijden, gewoon helemaal geen wedstrijden op die avond. Dus dat komt perfect uit, dinsdag 9 juli. Ander verzoekje wat ik heb, wat ik eventjes erin wilde gooien aan al onze luisteraars. Ik ben dus bezig met een, met een projectje om met een Raspberry Pi, een heel kleintje met een klein schermpje erop, een, een soort Bitcoin... Tickertje te maken. Een tikker, ja, dus het schermpje geeft de prijs weer of andere informatie. Kan je op je bureau zetten, ziet er hartstikke leuk uit. Kan misschien een batterijtje in en dan uh, kan je hem op je bureau zetten, Connect met de, met de wifi die je thuis hebt en haalt dan allemaal leuke informatie op. Wat is de, de, de block height, wat is de prijs, wat is de Fair and Greed Index, nou, allemaal dat soort dingetjes. En ik ben nu op zoek naar iemand die mij kan helpen om daar een behuizing voor te maken. En uh, behuizing in de breedste zin van het woord. Mag van hout zijn, mag 3D geprint worden, uh, aluminium frezen lijkt me vet. Zoals je dat bij de er bijvoorbeeld hebt, zo'n aluminium uh, hoesje. Iedereen die daarbij kan helpen, op de een of andere manier, laat het even weten. Uh, stuur maar een mailtje naar, ja wat zullen we eens doen, uh, satosieradio.nl. En uh, dan gaan we eens kijken of we daar iets mee kunnen samen. Uh, en, en ook al kan je het alleen ontwerpen in een 3D programma, vind ik ook al vet. Uh, dan zoek ik wel iemand anders om het te printen. Uh, misschien kan je het laser snijden. Ik weet het niet. Ik heb daar gewoon hulp bij nodig. En er zal vast wel in onze enorme groep luisteraars iemand zitten die zegt: Hé, hey, daar kan ik nou na al die jaren Satoshi Radio luisteren iets mee terug doen. Daar zou, zou ik je echt eeuwig dankbaar voor zijn. Eeuwig dus, hè? Uh, ik ben uh, heel benieuwd of iemand uh, daarmee kan helpen. Mijn voorkeur gaat overigens uit naar het frezen uit aluminium. Dat lijkt me echt heel vet als je er mooi aluminium. Uh, uh, behuizingtje kan maken. Dan nog even een update uh, over de hakborrel. Want daar zou ik natuurlijk heen gaan, hè, jongens, vorige week in de euromas, de All-Time High editie. Nou, dat is het geworden, kan ik je vertellen. Het was echt wel heel leuk. Uh, ik wil eventjes uh, de organisatoren bedanken die me hebben uitgenodigd. En ik heb de luisteraar uh, gesproken. Er is er eentje <laughs> gevonden. Dat was wel heel erg grappig. Er is één luisteraar geweest. Um, die hoorde onze oproep en die zei: jap, dat ben ik. En dat was. Meer heb je ook niet nodig. Wij zitten qua uh, hoeveelheid luisteraars, Peet. Zitten we precies op de soort van sweet spot. Dat we wel voor elke gekke oproep die we hebben. vinden we iemand. Maar ook niet honderden, weet je. En dat is ook prima. We hebben gewoon voor, alle, voor alles wat wil, Voor iedereen wat wil. Dus we hadden één luisteraar. Uh, die had zich uh, uh, gemeld. Die heeft, volgens mij heeft hij nou ook. Hij had mij nog een berichtje gestuurd vandaag. Hij heeft nog niet uh, gereageerd. Nou, in ieder geval, hij vond het heel leuk. Had hem even gesproken. Ja, en dat bleek wel iemand te zijn die al uh, naar allemaal andere hardcore feesten was geweest. En uh, die vond het fantastisch om hierbij te zijn. Dus uh, ja, leuk het... dat we dat op deze manier uh, konden doen. Dan het polletje van vorige week. Uh, ik had de vraag gesteld: zat jij afgelopen week huilend achter de computer vanwege je portfolio? En um, ja, ook twee antwoorden. Nope, Bitcoin only. Uh, Jup, mijn altcoins bloeden dood. Uh, nou, en uh, ongeveer 65% zat in, de in het Bitcoin only kamp. Die zitten misschien inmiddels ook wel huilend achter een computer. Want zeggen. zo goed ging het de afgelopen week niet. Um, en uh, 35% zat in het altcoin kamp. Nou, die hebben deze week nog wat extra uh, klappen achter hun uh, oren gekregen. Wat draaien om hun oren gekregen. Ja, het ging niet goed. Maar goed, daar komen we straks wel even op terug, denk ik, in de marktupdate. Het zal Bert er vast wel wat over kunnen vertellen. Of we ons echt wel zorgen moeten gaan maken. Dan uh, de reacties op de show. Nou, mensen vonden het een leuk show, We hebben ook aardig gelachen vorige week. Had ik had wat dingen teruggeluisterd, omdat er wat comments over terugkwamen. Dat dat grappig was. Nou, ik moest zeggen, ik, uh, ik uh, moet ook wel grinniken toen ik ons. Terughoorden. Uh, Robin die zegt: Wederom genoten, heerlijk gelachen. En weer wat wijzer geworden. Zodat ik straks niet op het stationnetje achterblijf. En daar ging het natuurlijk op een gegeven moment over. In de market date. Beterschap voor Peet. Hoe gaat het, Peet? Be ja, beter goed. deze week? Ja, ja het, waren, het waren drie snotterige dagen. En precies eigenlijk in het midden van de week was ik zelf wel blij mee. Bert misschien wat minder, want er waren wel allerlei afspraken waar ik ineens niet naartoe mee kon. Uh, maar ik, ik, ook, ik ging ook een weekendje weg met mijn vrouw. Ik was wel blij dat ik die relatief slotloos kon doorbrengen. Ja. Jongens, ik ben naar Kopenhagen geweest. Hoe kan was ik, dat? Iedereen kan ik aanraden om daar minimaal 48 uur naartoe te gaan. Echt een prachtige stad. Nog tips of andere? Of is dit even naar uitsmijten? Ja, heet alles anders, anders wordt het een soort uh, reiskolom reis met ja, Peter. Dat is waar. Ja, ja, daar ja. moeten we voor oppassen in die intro. Dat hebben we vorige week al gedaan natuurlijk. Ja, ik, nee, nee, al ik, al ik, ik houd het inderdaad kort, je moet er echt heen gaan. Ik, eh, vooralsnog is mijn conclusie: Kopenhagen is wat Amsterdam had moeten zijn. Oké. Okay. Dat is een, uh, een hot-take. Uh, daar, daar eindigen we gewoon even mee. Dan mogen de luisteraars gaan. Dit gaan, is rage-bait. Mogen ze in de comments uh, het met Precies. je eens zijn of niet? Uh, dan hebben we op YouTube. Nee, wacht even. Ik had Marleen nog uh, op Spotify die zegt weer zeer informatief en ook heerlijk gelachen. Bedankt mannen nou, ook fijn dat onze zolderkamer Humor ook uh, bij het andere uh, geslacht uh, in goede aarde valt. Of uh, Marleen is eigenlijk een man die gewoon een andere username heeft gekozen. Kan ook. Maar goed, dan is het nog leuk dat je het leuk vond. Uh, op YouTube hebben we Willy die zegt twee uur auto rijden, wordt een stuk gezelliger met de podcast. Met een podcast als deze. Alvast bedankt. Ja, uh, Willy, uh, alsjeblieft, uh, daar doen we het uh, al uh, 317 uh, <laughs> weken achter elkaar voor. Uh, nice. Dan ga ik eerst even naar Discord. Daar zegt Zero, mooie aflevering weer. Mooi stuk over de petrodollar. De Pete, uh, die mag je in het, uh, in het zakje steken. Thank you. En dan hebben we op YouTube DNDJ4G. DJ4G is dat. Uh, die, die... <laughs> ja, ja, goed, weet ik. Die, die, inmiddels ja, misschien 5G of 6G. Ik zie, me, um, wat zegt hij? ik zie op de mempool dat hoge Prio momenteel 12 sats per v is. In mijn hardware wallet-app staat momenteel voor hoge Prio 32. Is het aan te raden om in de app bij custom fee bijvoorbeeld 15 in te voeren? Ik wil UTXO-consolidatie doen, maar niet het risico lopen dat de transactie oncomfortabel lang blijft hangen. Thanks. Ja, deze heb ik even uitgepakt omdat ik. Um, we hebben een keer met Bitcoin Alpha een uh, verhaal over UTXO-consolidatie uh, geschreven. En ik weet nog wel, toen, toen we dat stuk publiceerden, toen hadden we wel, of in ieder geval ik zelf, in ieder geval zoiets van ja, het had toch chill geweest als we dat op het moment gedaan hadden dat de luisteraars en de lezers er wat mee konden. Want toen we het publiceerden waren de fees al hoog. Dus ja, uiteindelijk was de conclusie van het stuk ook een beetje van ja. Wacht maar even tot ze weer laag zijn. Hopelijk ooit of zo. Hè? Dat was toen een beetje. Dus daar wilde ik even van leren. En toen ik uh, deze comment zag van DJ. Uh, GG noem ik hem maar even. Ja, de, zo heet hij helemaal niet. Van DJ noem ik hem maar even. Toen dacht ik, ja, daar moeten we nu even aandacht aan besteden. Want ik zat van de week in de mempool te kijken. En we zitten inmiddels weer onder de 10 sat per V-byte. Dus het is goed, goed moment om er weer even wat aandacht aan te besteden. Aan ten eerste. Uh, UTXO consolidatie. Als je daar meer over wil weten, lees dan dat stuk op, uh, op BitcoinAlpha.nl. Volgens mij staat die nog steeds voor alle members uh, te kijken. Um, ja, dan moeten. Als Peter, als jij dat even kan natchecken, ga ik wel even uh, het tweede stuk van mijn verhaal in. Namelijk uh, fee estimation. Dus het voorspellen van de fee uh, in wallet-apps. En waar, waar het, wat er eigenlijk op neerkomt, inderdaad, precies zoals DJ zegt in zijn comment die zitten eigenlijk altijd te hoog. Uh, waarom? Daar zijn verschillende theorieën over. Maar uh, voor wat je nu even moet weten, lieve luisteraar... is dat die bijna altijd te hoog zit. Dus wat je inderdaad moet doen... is in je wallet app de custom fee gebruiken. Dan mag je het zelf invullen. En hoe je dat kan doen... Uh, de, het juiste getal vinden... is naar mempool.space gaan. Dat is een uh, blockchain explorer. Uh, die houden alle fees bij. En dan zie je meteen op de hoofdpagina... transaction fees staan... En daar kan je het een beetje inschatten. Heb je low priority, medium priority en high priority? En als je daar kan je een beetje kiezen. Je kan bijvoorbeeld ook naar de laatste blokken kijken. Maar als je daar high priority kiest, dan zit je eigenlijk altijd wel in het volgende blok. En je bent eigenlijk ook altijd goedkoper uit dan de high priority die de wallet-app voor je kiest, uh, zoals DJ al aangaf. Uh, in de wallet-app ziet hij bijvoorbeeld 32. En um, um, uh, in de mempool zie je dat het 12 is. Dus drie keer zo hoog. Dus ik zou, als je wel snel in een blok wil zitten. Maar niet te veel moeite wil doen. Maar uh, ook niet te veel wil betalen. Naar mempool.space gaan. High priority kiezen. Dat is op dit moment 17 sat per V-byte. En dan zit je eigenlijk vrijwel altijd in het volgende blok. Zonder dat je extreem veel betaalt. Dat is één. Um, en dan, Peter, had jij het, uh, de naam van het artikel toevallig nog. Uh, Ik denk handen? dat gaat het gaat om de verborgen kosten van ja, Bitcoin. Ja, dat is hem. Ik zal hem ook in de show notes uh, droppen. Um, uh, Peter, als jij die eventjes uh, in mijn. Um, um, bookmarks kan plakken, die link. Als link zijnde, dan komt die ook in de show notes te staan. Dus uh, onder mijn. Bookmarks kan je hem terugvinden deze week. Kan je hem lezen als je een Bitcoin Alpha-accountje aanmaakt. Is verder gratis en dan weet je precies wat je moet doen. Uh, en dan weet je ook precies waarom dit een probleem is, uh, die UTXO-consolidatie. Uh, All right, dan uh, hebben we dat allemaal gehad. Goeie comment trouwens, DJ. Fijn dat je dat even uh, stuurde. Ik hoop dat we je vragen een beetje hebben kunnen beantwoorden. Dan is het voor ons tijd om denk ik maar eens gewoon lekker uh, die bookmarks in te duiken, heren. Ik moet ja. zeggen, ik vond het een um, lastig weekje qua bookmarks. En dat kwam bij mij ook. Ik weet niet wat Elon Musk heeft gedaan. Maar mijn For You pagina op Twitter. Dat slaat helemaal nergens meer op. Dat is echt niet normaal. Het is alleen maar vechtfilmpjes. Het is, weer, het is weer raak. Het is alleen maar rage, bait. Allemaal, allemaal domme shit. Ik moet Kent echt. Kent hij je toch maar... beter dan dat je zelf had verwacht, hè? Ja, maar ik ben daar helemaal niet van. Ik, ik ben nu echt overgeschakeld uh, naar die andere pagina. Dat je alleen ziet. Uh, van, van accounts die je volgt. Maar ik vind dat jammer, want zo nu en dan mis je dan wel eens wat... van accounts ja. die je niet volgt. Maar goed, uh, ik heb wel wat bij elkaar weten te, uh, te vissen... maar ik ga toch het, het spreekgestoelte naar een van jullie toeschuiven... om ook even, uh, ja, weet je, deze monoloog is nu ten einde. Niet, 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 gaan go niet gooien deze keer, Bart het spreekgestoelte. Nee nee, 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 rollen. Ik, ik rol elke oh, week. Je ja je ja, ja. het. Uh, misschien handig als Bert start, pak ik hem daarna over. Sluit Bart de boekparks af en dan kunnen we daarna naar de markt updaten. Yep. Ja, lijkt me een goed plan, want die van Peter die zijn namelijk misschien wel het spectaculairst deze week. Dit gaat over, Peter gaat het straks hebben over de dingen waardoor de markt misschien wel in mineur was. Dus dat wil je natuurlijk weten, dus dan blijf je luisteren. Ik heb een paar andere dingen die zijn wel heel erg interessant, alleen ja, misschien wel iets minder spektakel op de korte termijn. Ik, ik begin even met eentje, dat is gewoon een beetje om voor te lachen. Um, dat is um, een tweetje die ik tegenkwam van Waz, heet hij, Waz Crypto. En die reageert op Ansem. En Ansem, zijn, zijn twitter handle Black BlackNoise06, die, ja, die heb je vast als je op de socials zit, wel uh, uh, een keertje langs zien komen. Dat is misschien wel deze cycle, deze marktcyclus, de grootste influencer, Finfluencer, schreeuwt over, um, ja, over, over, over het crypto casino. Laat het zo zeggen. He, hij was altijd heel snel met um, de volgende meta, he, een, een meta of is het, eigenlijk het thema waarin er nu weer memecoins worden gemaakt. Dat waren eerst presidenten en toen werden het katten en toen werden het eigenlijk weet allemaal wel, celebrities hebben we nog gehad, geloof ik. En ja, weet je, dat, het punt is als je zoveel bereik hebt, dan kom je op een gegeven moment natuurlijk op het punt dat je niet alleen maar als eerste rapporteert, maar ze op een gegeven moment ook gaat maken en dan onderdeel wordt van de pump en dump en zo. Dus het is allemaal ja, best wel smerig. Maar goed, Chiefing die zei op een gegeven moment op 21 juni... ...zei hij, joh, het is eigenlijk wel interessant om te zien... ...dat de, de mensen die, het, um, die nu het meest bearish zijn op altcoins... ...dat dat precies degene zijn die eerst het meest bullish waren... ...op al die memecoins op de top. Die op de top riepen, ah, oh, deze memecoin moet je hebben. De evangelisten. Daar reageert Ansem op met... Study being long, the best performers in the entire altcoin market. Study being right. Eigenlijk zegt hij: Dat zijn allemaal prutsers. Als je naar mij luistert. Als je naar mij kijkt. Als je mij volgt. Dan heb je de goede altcoins te pakken. En dat vond die, um, uh, die Waz, waar ik mee begon, die vond dat grappig. Dus die maakte een draadje. Hij pakte een tweet van Ensem van 11 mei. En daarin tweette. Uh, Ansem een rijtje van coins, namelijk Wif en Mitchie en Pups en Wizard en Boden. En daar schrijft Wes over, 21 juni hè, het is nu uh, nou zes weken later. Down 61%, down 83%, down 95%, zei je Peet? Zes dagen, zei ik. Nee, het zes. was, uh, het, het was um, uh, 11 mei en 21 juni. Ja, dus precies. Dus dat uh, zes weken ongeveer. Oké. Okay. Maar um, um, down 95%, down 55%, down 92%. Dus hij zegt: ja, die vijf dingen die jij vijf, zes weken geleden noemde, die zijn nu ja, allemaal meer dan 50%. Maar de, de, de slecht 95% down. Pakt hij een ander tweetje? Een tweetje van 9 april. Oké, okay, dat is al een dikke twee maanden geleden. Maar toen zei en sam dus ook: Boden en pubs en Keycat en Hobbes en Normie en bla bla bla. En hij zegt: down 92%, down 95%, down 80%. Down 98,5%. Down 62%. Down 99,9%. Ja, die was exploited. Dat bleek een uh, fraudetje te zijn. Down 96%. Down 51%. Dat is dan toevallig een memecoin op Ethereum. Die het dan dus beter deed dan al die Solana-memecoins. En ik vond het wel een interessante... Verder zegt hij er niks over. Hij zegt niet van Ansem, je bent een, een shill of je bent een fraudeur of whatever. Dat is hij natuurlijk wel, maar Um, hij zegt alleen maar: Dit zijn de feiten. Uh, jij, jij, jij zegt: Ja. Um, um, ik doe alleen maar de meest high-quality altcoins. Maar wat hij geshield heeft. Met weet ik veel hoeveel. 100.000 views. Dat is allemaal 90% down. En waarom ik dit wel interessant vond. Kijk, we gaan het in de markt. Misschien nog wel even hebben over die altcoins en zo. Ik zou kunnen, weet ik niet eens precies. Maar die zijn. Nou, laat even, even heel kort zeggen... Bitcoin en Ether zijn allebei zo'n 15% zitten ze nu onder de top. Solana zo'n 40%, 35, 40%. Veel altcoins nog iets meer, tussen de 40 en de 60%. Ten opzichte van de lokale top, hè. Niet ten opzichte van de all-time high, want de meeste altcoins zitten nog ver onder hun all-time highs. Ze waren nog in de buurt gekomen. Bitcoin was eigenlijk de enige, op een aantal wat meer recente of een aantal uitzonderingen natuurlijk na altijd. Maar grosso modo... Um, uh, um, he hebben altcoins slecht gedaan. Hè? Dus ook de mensen die vier, vijf, zes, zeven weken geleden opriepen van... Ja, dit is het moment dat we een rotatie krijgen naar altcoins. Hè? Dat was zo'n beetje rond de, de goedkeuring van die Ether ETF... Hè? Van, die, van die 19B4 formulieren waren er best wat mensen die zeiden... ja, maar dit is het punt in de marktcyclus... dat je nu moet je roteren naar altcoins. En dan hebben ze het niet over... Een speculatieve altcoin positie innemen. Dat is wat wij wel zeggen. Hè. Van je kunt als je de marktcyclus bekijkt. met bijvoorbeeld 5% of 10% van je portefeuille Een speculatieve altcoin positie innemen. Met als doel meer bitcoin te verzamelen. Want als die altcoins nou twee, drie, vier keer meer stijgen in het stijgende gedeelte van de marktcyclus dan bitcoin. Dan kan je daarbij elkaar, kan die 10% kan misschien wel uitgroeien tot 20% of 30% van je portefeuille. Wauw, leuk gedaan. En als het mislukt. Nou, ja, dan hou je misschien nog. Dan hou je dan, dan die, dan die 10% wordt dan 5% of 4% of 3%. Maar het is in ieder geval geen man overboord. Maar een maand geleden of zo waren er ineens allemaal mensen die zeiden: nee, maar je moet nu je hele portefeuille roteren naar altcoins. Ik heb alles verkocht, ik zit nu vol in de altcoins. Ja, good riddance. Maar die mensen zijn dus allemaal 50, 60% kwijt. He, dus. Ik wil het ook even om de aandacht brengen van jongens. Ook in een tijd dat de koers zijwaarts gaat. Dat het soms. Saai is, dat je wat verveeld raakt. Blijf gewoon verstandig. Tenminste, als het gaat om meer dan casino geld. Hè? Op het moment dat je nou ik kan kiezen, ik heb 100 euro, ik kan of naar het casino, of ik kan wat altcoins kopen, geen gang, geen probleem, ik kan ook een paar staatsloten kopen, je kan een potje gaan padellen, heb je soms ook een hele hoop geluk bij nodig. Maar um, als het gaat om beleggen, als het gaat om investeren, ja, dan, dan heb je hier niks te zoeken bij deze. Uh, uh, assets. En dat is wat Ansem in al zijn hoogmoed en Waz even heel mooi samen in kaart brengen: Ansem door zichzelf op de borst te slaan ten onrechte, en Waz door het met een paar cijfertjes um, ja, feilloos op tafel te leggen. Weet je waar dus, mij um, dat een beetje aan uh, doet denken: die, uh, die uh, An Ansem, Ansem, die, um, hij, hij was trouwens, uh, heeft geld verdiend, zijn claim to fame met um, Doc with Head, geloof ik. Hij was ook degene die uh, die hond op de sfeer in Las Vegas wilde krijgen. Of dat nou uiteindelijk gebeurd is, weet ik niet. Zij heeft wel dat geld opgehaald, geloof ik. Die acht ton dat of zo is, ja. uh, die nodig was. Anyway, doe me denken aan die uh, quote uit The Dark Knight, die Batman film. Daar wordt op een gegeven moment ingezegd. You either die a hero or live long enough to see yourself become the villain. En dat is voor al die... Finfluencers die zich richten op die meme coins. Is dat zo? Omdat ze allemaal hetzelfde motief hebben. Ze werken allemaal op dezelfde manier. Ja, je moet toch een soort van zeggen dat het waarde heeft. Of dat het longevity heeft. Hè? Het blijft bestaan. Nee, pups. Nee, dat, dat is echt een goede meme. Daar zit echt een goede meme community achter. En omdat dat... Uiteindelijk niks waard is. Het is uiteindelijk gewoon een stoelendans. Op het moment dat de markt even tegen zit, dat Bitcoin omlaag gaat, Ether omlaag gaat, Solana omlaag gaat, de onduidelijkheid is, dan vervliegt die community. En dat gaat altijd, er zal altijd een keer tegenwind zijn. Dus als jij zo'n influencer zoals Anson bent, of zo, er zijn natuurlijk hartstikke veel memecoin-influencers, die gaan allemaal linksom of rechtsom, vroeg of laat een keer op een bek, plat gezegd omdat de markt tegen zit en omdat al die memecoins aan kaart omlaag gaan. En terwijl zij allemaal gezegd hebben: nee, pups is echt, uh, of, 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 of noem een ander, of dog, of, of dog with Head of een andere coin. It. Ja, en dat is het stomme ervan. Het is ook sto, zo'n stom verdienmodel, want je kan het maar een jaar volhouden. Want daarna heb je gewoon over het algemeen een keertje tegenwind. En dan word je op het schavot gehangen. Terecht. Ook omdat jij allemaal uh, coins hebt lopen chillen waar niks achter zit. Ja, en dat is voor mij ook altijd de reden. Precies wat Bert zegt. Weet je, het is het casino, het is stoelendans op steroids. Als je dat leuk vindt, dan moet je dat doen. Kan ook hartstikke leuk zijn. Kan spannend zijn. Maar ga nou alsjeblieft niet geloven dat er daadwerkelijk iets van waarde voor de komende jaren zit. in zo'n random memecoin als Boden of Tramp of, of, of whatever. Daarom vind ik het grappig om dus wel in de gaten te houden. wat er gewoon op netwerken gebeurt. Daarvoor houden we Bitcoin in de gaten. Maar daarom kijken we ook naar Ethereum. En daar ook. Ik bedoel, ik kijk gerust ook naar Solana, weet je. Als op een gegeven moment zo'n... Uh, dat hadden we een paar maanden terug, twee maanden terug. Stripe, uh, die, die payment gigant, die kondigde aan van... Ja, wij gaan in onze checkout experience stablecoins toevoegen. En uh, we beginnen met uh, USDC op Solana. Ja, daar kijk ik gewoon naar hoor, jongens. Dat is toch allemaal niet heel... Weet je, dat zijn dingen die ook in een bear market, ook als het slechter gaat, ook als de wind even uit de zeilen is, nog steeds zorgen dat een netwerk gebruikt wordt. Tuurlijk kan de prijs dan alsnog omlaag gaan, maar je hebt in ieder geval alsnog wel iets om op terug te vallen. Hetzelfde geldt voor Bitcoin. En daar hebben we de ETF's, nu ook voor Ethereum. Uh, daar heb je ook nog de, de DeFi, de Uniswaps, noem het maar op. Ja, dat zal je nodig hebben. Dus um, ja goed, uiteindelijk blijven dat soort projecten dan over om langer dan een maand in te zitten. Hè? Als je ja, puur exact. vanuit investeringsperspectief kijkt. Kijk, en dat is ook wat we met Bitcoin Alpha natuurlijk op een gegeven moment eh, um, zijn gestart. Hè? Dat is invulling geven aan het idee van um, er zijn. Crypto assets die een rol spelen in de speltheorie van bepaalde netwerken of protocollen, die een bepaald netwerkeffect hebben. Die, waarvan het heel plausibel is dat ze in de komende jaren verder uitgroeien, waarvan het ook plausibel is dat ze in het stijgende gedeelte van de marktcyclus sneller stijgen dan bitcoin. Die waarbij ook nog eens allerlei fundamentele dingen enigszins in orde zijn. Hè. Er staan niet bijvoorbeeld heel veel early investors te wachten om al die tokens over jou heen te dumpen of de uh, tokenomics die deugen wel, of whatever, dat soort dingen. En dan, dan kom je op een best wel select groepje van, 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 van altcoins uit, waarvan je zegt, van, nou ja, die zou ik best voor zes, twaalf maanden, eh, tijdens zo'n boelmarkt, naast Bitcoin Iter. en misschien Solana in mijn portfeuille willen hebben. Dan kom je toch uit, op een Chainlink of zo, of op een Uniswap, of het zijn best wel beperkt Um, beperkte uh, uh, assets en zeg maar de categorie waar die en het net over heeft en waar Bart van zegt ja die ik weet niet of je dat wil je niet langer dan een maand wil je dat bezit nee. hebben dat is een dat is een, ander, dat is een, dat is een andere um, categorie en dat is best prima om mee te spelen moet je doen als je het leuk vindt en als je geluk hebt kan je misschien een keertje keer tien uh, op je speelgeld maar dat is echt wat anders dan het stuk van beleggen maar goed dat is, dat ja. is even dat je dat maar even in je kopje hebt <laughs> ik, ik wil even naar, uh, naar een andere die, die en <laughs> door. Die gaat, die, 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 dat, is, dat is even, gewoon even leuk meekijken met Amerikanen. Kijk, we zitten nu tegen het einde, als ik het een beetje zo inschat, van het proces van um, goedkeuring krijgen voor de, voor de, ether, of de Ethereum ETF's. Um, die 19b4 formulieren die zijn al uh, goedgekeurd. Dat gaat over het um, listen van die assets bij een marktplaats, handels, handelsplaats. En nu gaat het om de S1's, dat zijn dan de. Uh, de formulieren die gaan over de asset zelf. En daarvan horen we, nou ja, weet je, die, die, zelfs Gary Gensler zei deze week: dat het smoothly gaat. Hè. Dus dat, dat, dat zou echt niet verbazen als dat um, komende dagen gebeurt. Iemand die zei: misschien wel vandaag. Hè, vandaag, 27 juni, vanavond, um, Amerikaanse tijd. Vannacht, Nederlandse tijd. Is het eerste grote presidentiële debat. Dus het zou kunnen dat men, dat werd gesuggereerd, dat ze dan vandaag de SEC bekendmaakt. De S1 zijn goedgekeurd. Jullie kunnen volgende week uh, de, kan de handel van start. Als een soort van symbolisch dingetje. Ah, we gaan het zien. In ieder geval de komende weken. En um, in dat proces zien we dat uh, de ETF-uitgevers. nu ook aan het nadenken zijn over hoe gaan we nou zorgen. dat die beleggers onze ETF-aandeeltjes gaan kopen. En Bitwise is al met een reclamecampagne begonnen. En um, Bart, zou jij de eerste van de twee spotjes even willen instarten? Hello, I'm Ethereum. Uh, I'm Big Finance. Are you okay? You look really tired. Just calling it a day. But it's 4 p.m. Yeah, and I've been working nonstop since 9 30 this morning, so. 9 30? You don't say. Yep. You'd want a little shut-eye too if you've been moving billions around the world. Well, actually I do. You know, stable coins, NFTs, loans. People can access me 24 7. What? But look, everyone's different. You should get your rest. You've had a long day. Well, I have, haven't I? Definitely. You'll get after it tomorrow. Tomorrow is Saturday. Monday. You'll get after it again on Monday. Monday. Briljant. <totstuk> dit is dus een televisiereclame. Hè? Ze hebben het op national te television, <totstuk> deze campagnes. Ja, van en Bitwise ze... was die hè? voor onze lieve luisteraars. Ja, ze, dus Bitwise is een van de ETF-uitgevers. <totstuk> en die maken dus ja, eigenlijk reclame natuurlijk voor hun ETF, maar ook gewoon voor Ethereum. Ze leggen uit uh, wat Ethereum is, of althans... Ze positioneren Ethereum. Dat is denk ik hoe je het zou kunnen zeggen. Het, het Ethereum-ecosysteem, het Ethereum netwerk, Ethereum als infra financiële infrastructuur. Dat positioneren ze ten opzichte van um, wat zijn ze nou, uh, Big ja, Finance. Ja, big finance. finance toch, Inderdaad, Ja, Big ja. Finance noemen ze het. En die wordt dan afgebeeld als een oude man. En daarna staat ja, in een pak. En daarna staat dan een uh, jonge gozer. Ja, 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 gewoon een beetje. Um, uh, een jaartje of dertig. Casual. Casual gekleed. Ja. En dat is dan Ethereum. En ja, die, 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 ja het is een beetje een onderkoelde vorm van humor van uh, oh, jij bent moe. Ja, het is ook al vier uur middags. jij ja, bent de kalm half tien vanmorgen begonnen natuurlijk. Echt wel even in je, je bed. En um, ze hebben ook um, uh, reclames. Die is een soort van beeld in magazines en zo gaan. En daar staat dan op Big Finance will get to that thing you need Tomorrow is. Morgen of zo. Hè? En dat, dat is ook het einde van het sportje natuurlijk. Van uh, morgen kun je weer aan de slag. Oh nee, morgen is zaterdag. Nou, maandag dan. Dus er wordt een beetje de draak gestoken, eigenlijk, met de ouderwetsheid en de traagheid en de. Uh, pff, dat van. van. Uh, van uh, het traditionele financiële systeem. En dan moet je, je natuurlijk voorstellen dat in Amerika nog wel een paar tandjes erger is dan in Europa. En zeker dan in Nederland. Kijk, wij hebben hier. Praktisch uh, voor, voor elke Nederlander um, um, uh, instant payments. Dus als je iets overmaakt naar een andere Nederlandse bankrekening, dan flits, dan is het er in een paar seconden. Hè. Ik moest van de week even iets van mijn Rabobank naar een, een knappe rekening overmaken van, van Kirsten, van mijn vrouw. En ik had nog niet op cent zeg, maar het, het, het bevestigingsscherm van Rabobank was ik er nog niet eens. En ik kreeg gewoon een message dat het op knap dat binnenkwam. Zodat je er een, een tas beetje, van had gekocht. Ja, precies. <laughs> ja, ja zo nou snel gaat dat. Ja. Zo nou snel gaat dat. <laughs> Dus dat, dat werkt fantastisch. Dat is in Amerika natuurlijk is dat al veel groter verschil. Hè? Voor alles wat ook maar enigszins in de buurt van real-time moet komen, gebruikt men daar um, uh, fintech-apps. Zoals ja. um, Venmo en Apple Cash K. App. En dat soort ja. dingen. Ja. Dus ja, ik denk dat, dat dit op zich wel um, resoneert bij de Amerikaan. Um, Met Haugen, dat is de CIO van Bitwise, de Chief Investment Officer die ook langs al die partijen gaat om erover te praten. Die heeft ook een artikeltje erover, of een artikel geschreven over hoe um, eh, three reasons to add Ether to your portfolio om uit te leggen aan die ja, wat meer traditionele beleggers en uh, wat meer professionele beleggers. Van, ja, hoe, waarom zou Ether daar nou in thuis horen? Diversificatie is de eerste reden. Tweede reden, Bitcoin en Ethereum target different use cases, zijn verschillende soorten dingen. En dan historical analysis. Drie redenen. Nou, op die manier. Toch wel een bepaalde um, uh, uh, poging om ja, dit, dit, dit naar de markt te brengen. Vond ik leuk. Nou, ter afsluiting. Hey, hey, wat, ik, maar ik, wat ik grappig vind hieraan, is dat ze eigenlijk dezelfde. Grappig en een beetje vreemd. Grappig is dat het dezelfde message, dezelfde. Ja, ze roepen hetzelfde als Coinbase in hun reclames. Coinbase met die pizza-reclame bijvoorbeeld. Van je koopt een pizza en dan wordt die door 600 mensen wordt er gevreten. En je krijgt op een gegeven moment drie uur later een koude, half opgegeten pizza. Omdat iedereen. Hè, dat vinden we niet normaal. Maar waarom vinden we het in finance dan wel normaal? Nou, gebruik Coinbase en crypto en dan heb je er geen last van. Maar Coinbase geeft je dan nog wel de mogelijkheid van: nou, oké, okay, hier heb je Coinbase Wallet. En je kan het allemaal zelf custodial doen. En dat werkt ook echt 24-7. Ja, en hier heb je Bitwise die een beetje dat systeem op de hak neemt. En dan zelf met een ETF komt binnen datzelfde systeem. Dus een beetje dat ik denk: wat probeer je nou precies duidelijk te maken, zeg maar. Maar goed, ab, ja. Ja, dus, dus kijk, ik. Eigen, eigenlijk wordt gezegd van je kunt een soort aandeel hebben in dat nieuwe systeem. Dat is denk ik de uiteindelijke de de Ja, nee, de boodschap. Sure, zeker. That, yeah. Maar goed, vo vo voordat we naar de volgende boekmarkt gaan, omdat ik best wel leuk vond, nog eventjes het tweede fragmentje of tweede reclame van ze. Hello, I'm Ethereum and I'm big finance. Are you uh, waiting for something? Yes, uh, 24 hours. I'm sorry, what exactly are you waiting for? Oh, to help a customer send money for a house closing you see it takes 24 hours it does well, no of course not it's just uh, i don't like the rush now, with me people can transfer money to anyone in the world instantly 24-7-365 16 hours to go can i get you a chair or something i was waiting for you to ask Ja, Ik vind, wel goed. Ik vind, ja, ik vind, ik vind deze wel, wel leuker dan die. Dit is wel ja, duidelijker. Maar goed, ja. er, is, er is er nog zo eentje. Dus, ja, ja ze, ze zoeken gewoon wat van die eigenschappen, hè, die wij zo. natuurlijk ook wel zeggen: van je kunt 24-7 geld naar de andere kant van de wereld sturen. Ik vind het wel leuk dat je dat dan eh, hoort. Misschien luisteren ze. Ja, dat denk ik. Dat, dat zal er we we wezen worden. Ja, ja, <laughs> nou, die gekke, ja, goed, het is even wacht. Misschien, hebben ze, misschien vertalen ze de podcast met AI. Hè, wie ja, zal dat zeggen? Bird Butcher. <laughs> <laughs> Precies, Bert <word> Butcher. <laughs> Mooi. Man, zal ik, uh, zal ik het, uh, het, het spreekgestoelte naar mij toe halen? Dat, dat mag. Dat doen we dat See. eens. Ik vond het leuk om die, uh, um, die reclames even te zien. Ik had ze zelf dan niet uh, langs zien komen, dus geinig. Ja, we gaan eventjes naar een soort: um, ja, hoe zullen we dit kateren noemen? Het is toch het, uh, het, het kern van uh, de, de criminaliteit. De criminele achterklap. <laughs> oh, ik dacht het dump zonder pump. <laughs> ja. Ja, ja, inderdaad. De, de, ik, ik heb het tot de big dumpening of 2024 uh, gedoopt. Um, ja, laten we gewoon eens even beginnen met wat korte verhaaltjes. En we beginnen met een verhaaltje over een Duitser en een Pool. Dan gaan we naar 2013. Um, toen werd... Uh, werden een Duitse, 40-jarige Duitse, en een 37-jarige Poolse man, um, denk ik um, verrast. En ik denk niet dat het een leuke verrassing was. Door een bezoek van een, ja, ik zie het dan zo voor, een klein legertje van allerlei verschillende Duitse autoriteiten. Onder het Openbaar Ministerie van Dresden, de, de, de politie van Saxe. Um, en ja, ambtenaren van de fiscus van Leipzig. Um, en waarom werden die dan... Ja, misschien werden ze zelfs van hun bed gelicht. Ik weet niet hoe zoetsappig het echt was. Maar laten we even zoetsappig. aannemen dat ze... Ja. Als je in bed gelicht wordt, ja. Ja, dus, kijk, dat, dat is, in films is dat... Is dat laten we het in ieder geval zeggen, sappig. Dan is ja, het sappig, sappig ja. Voor hen bittersappig. Ja, zoetsappig. En zoetsappig. Dat, dat de enige die, werd... die zoetsappig van de bed was gelicht... was Assenpoest, Of weet heette zo ook weer een Sneeuwwitje of zo, met de dwergen. Ja. Dat was zoetsappig, maar... Ja, oké, okay, fair. <laughs> nou, dat, dat, dat duo dat werd verdacht van het exploiteren van um, auteursrechtelijk beschermd materiaal. En, en het witwassen van geld via de website, misschien ken je dat nog wel, Movie2k.t.o. Ja, weet je, in, in die periode, dat deden ze van 2008 tot 2013 ook daarvoor. Ja, weet je, toen waren de streamingdiensten zoals we die nu hebben nog wat minder omnipresent. Um, en overal verkrijgbaar, makkelijk. En nou ja, ze zijn intussen ook wat duurder geworden. Maar ze zijn ook lang vrij betaalbaar geweest. Um, ja, toen um, waren veel mensen toch aangeleverd op het downloaden van materiaal. Hè. Torrents bijvoorbeeld en daarvoor nieuwsgroepen. Nou, en deze website die, die vervulde daar ook een belangrijke functie in dat ecosysteem. Hostte meer dan 880.000 illegaal gekopieerde films en televisieshow's. Ja. Um, en vanwege die grote schaal kregen die Duitsers ook nog ondersteuning van Amerikanen, de FBI. Wat forensische bedrijven, onder andere uit München. Ja, en wat bleek nou tijdens het onderzoek? Dat duo, dus die Duitsers en die Pol, ja, die verdienden ook geld met die website. En die verdienden niet zomaar geld met die website. die verdienden dat in de vorm van, jawel, cryptovaluta. Primair bitcoins. Die hadden er tienduizenden verzameld in die periode. Ja, en in, in dat onderzoek hebben ze uiteindelijk vrijwillig hun verzamelde bitcointjes overgedragen aan de politie. En dat waren er dan 50.000. Dat werd duidelijk uit een persbericht van de Duitse politie. Een stuk later hoor, dan 2013, volgens mij is dit één keer in 2020 genoemd. En in 2024 werd, het, uh, werd de omvang van wat er nou in beslag genomen is echt duidelijk. Toen was dat 5 miljoen dollar waard ongeveer. En tussen gaat dat tot miljarden. Ik weet niet, ja, doe even een vlug rekensommetje, dan schakel ik Bert even in. 50.000 keer, uh, laten we zeggen, 61.000. Nou, dan ik vermoed dat het gaat. over 3 miljard gaat. Serieus bedrag. Oké, okay. we gaan van Duitsland ergens anders naartoe. India en de Verenigde Staten. En dan gaan we ook terug in de tijd. 2000, tussen 2012 en 2017 um, was de Indiase Banmeet Singh. Ja, ik denk dat ik het maar even op Singh hou... Singh, want ik ja, ik weet niet precies hoe je ban meet, ba ba uitspreekt. Singh was een grote jongen in de narcoticawereld. Uh, hij was de man die meerdere distributiecentra in de Verenigde Staten en andere landen bestierde. En van daaruit uh, verzond hij drugs naar alle 50 Amerikaanse staten en allerlei internationale bestemmingen, waaronder Canada en Europese landen. En de orders die verzamelde die via onder verschillende pseudoniemen via darkweb-marktplaatsen, zoals Silk Road, Alphabet, Hansa, en hij verkocht eigenlijk alles waar jij waarom kon denken: heel breed scala aan illegale drugs, fentanyl, LSD, ecstasy, Xanax, ketamine, tremadol. Nou, tramadol moet ik het wel goed zeggen. Um, ja, en, en die transacties die werden. Die werden betaald, voornamelijk in, we in cryptovoluta. En deze man, Singh, die werd in 2019 gearresteerd in Londen. En in 2023 uitgeleverd aan de VS. En in 2024, januari, dus begin dit jaar, pleitte hij ook schuldig aan alles wat hij, waar hij bij betrokken was en waar hij van verdacht werd. En als onderdeel van zijn veroordeling moest hij 150 miljoen dollar aan cryptovoluta inleveren. Waaronder in ieder geval ongeveer 4000 bitcoin. Kunnen er ook meer zijn, maar de precieze samenstelling van het bedrag um, is onbekend. Hij moest ook vijf jaar brommen. Gaan we door naar Japan. Mount Gox. Mt Gox. Waarvan? Heel goed, de... Peet. Want anders krijgen we weer mailtjes, hè? Dat ja. En de spelling van dit woord is ook compleet onduidelijk. Hè? Er zijn mensen die doen er een spatie tussen. Er zijn mensen die doen er geen spatie tussen. Soms met kleine letters. Zonder. Heel ingewikkeld. Die, die, die naam die is uh, door de jaren heen een eigen leven gaan leiden. Maar laten we even zeggen, MT-GOX. Voor wie, dat, wie die naam nog niet zo vaak gehoord heeft, misschien wel de eerste keer, dat was ooit de grootste Bitcoinbeurs ter wereld. Met gemak. Verwerkte meer dan 70% van alle handelsvolume. En die beurs die is op een gegeven moment is die onderuit gegaan. En dat is gebeurd door een reeks van hacks, door een reeks van beveiligingsinbreuken. Voorbeeldje in 2011. Um, uh, MT Gox werd gehackt, ver verloor 25.000 bitcoin. Nou, tegen de prijzen van 2011 is dat nog te overzien. Maar in 2014, een um, paar jaar later, um, in de tussentijd was het zeker geen probleemloos bestaan. Maar toen kwam het echt tot een soort van explosie. Een enorme hack. Um, MT Gox verloor nog eens 750.000 bitcoin. En dat leidde uiteindelijk... Tot het verlies van nagenoeg ja, alle bitcointjes die klanten daar gestald hadden om daarmee te kunnen handelen. En dus ook het faillissement van de beurs. In die hele periode in totaal zijn er 950.000 bitcoins gestolen, maar daarvan zijn er 140.000 veiliggesteld. In handen gekomen van een curator. Of in beslag genomen zou je kunnen zeggen. Um, ja. En wat daarmee gebeurt is met die enorme pot, want ja, dat is 2014, tien jaar later, en ja, er loopt dus al tien jaar een procedure. En iedere maand of nou in ieder geval ieder jaar komen daar wel weer wat spannende fut-verhalen uit. Nou, waarom nou deze opsomming? Omdat ja, je verzint het niet. Dan in een periode van twee weekjes in 2024 al deze verhaallijnen samenkomen in de vorm van bitcoins die worden verkocht of uitgekeerd. En daarom dacht ik van nou, dit gaat dan denk ik uiteindelijk Wikipedia op als de big dumping of 2024. Um, Oké, okay, hoe dan? Nou, vorige week werd bijvoorbeeld duidelijk dat die Duitse autoriteiten, dus die die uh, bitcoins van de Duitse man en de Poolse man in beslag genomen hebben, dat die daar een gedeelte van geliquideerd hebben. Um, dat bleek om een kleine 200 miljoen dollar te gaan. Iets meer dan 3000 bitcoin. Nou, weet je dat zeker, Peter? Of is dat nog het vermoeden op basis van onchain data? Hebben ze dat uh, zelf ook al bevestigd inmiddels? Nee, dat gaat wel op basis van een vermoeden. Niemand kan denk ik zien wat er nou precies zich afspeelt op een exchange. Dus dit zijn, dit zijn allemaal gegevens op basis van um, uh, transacties die we kunnen zien. Uh, dus onchain analisten die... Die die potten met bitcoin gelabeld hebben. En op het moment dat daar iets in verschuift. En het, en het ontvangstadres van die verschuiving is in exchange. Dan is het verhaal. Het is of het wordt verkocht. Het is in dit geval vooral uh, Arkem volgens mij. Die uh, deze berichten deze keer de Klopt. wereld in heeft geslingerd. Klopt. Nou En voor Mount Gox geldt dat vorige week bekend werd. Dat de terugbetaling dan ook uiteindelijk gaat starten. In juli. Van de 140.000 bitcoins die zijn veiliggesteld, worden er 65.000 uitgekeerd aan ongeveer 20.000 individuele crediteuren. En voorbeeld, toen, toen Gox failliet ging, werd Bitcoin nog voor een prijs van 450 dollar per stuk verhandeld. Nou, en gisteren, gisteren in de avond zagen we dezelfde on-chain speurneuzen die het hadden over die Duitse bitcoins. Dat de bitcoins van meneer Banmeet Singh onderweg zijn naar Coinbase Prime. Nou, zou je ook van kunnen zeggen van dan worden ze dus verkocht. Hè? Dus dat is dan wel het verhaal. Ja, en dat leidt natuurlijk tot allerlei onzekerheden. Wat gebeurt er dan met de rest van, de, uh, van die Duitse buit? Wat gebeurt er met uh, de, de door crediteuren ontvangen uh, Gox bitcoins? En wat gebeurt er dan met de bitcoins van, uh, van Banmeet Singh? Nou, ik denk in het geval van... Die eerste en die laatste, dat liquidatie het meest waarschijnlijk is. He, dus dat ze worden omgezet naar iets waar die overheid mee werken kan dollars of euro's. Um, ja, de crediteuren van, van uh, Mount Gox, ja, daar zijn min of meer twee verhalen over. De, de eerste is: aan, er is een kamp, die zegt van, ja, dat dat gaat leiden tot een grote dump. Ze worden allemaal stuk geslagen, want ja, die staan 14.000 procent in de plus in dollartermen. En na tien jaar uh, geforceerd hoddelen. Um, en er is een kant die zegt: van ah, volgens ons valt het wel mee. Want um, ja, de, de mensen, uh, die groep crediteuren, bestaat voor een groot deel uit. fervente Bitcoin-hoddlers en, en um, uh, tech-fanaten. Uh, mensen waarvan wij denken dat het dat onwaarschijnlijk is dat ze die ontvangen sats gaan liquideren naar dollars. Het feit dat ze jarenlang agressieve biedingen. Uh, op hun claim naar de prullenbak hebben verwezen... is daar het bewijs van. Ja, de waarheid zal in het midden liggen. Vermoedelijk zal een stukje... in ieder geval een stukje van die... Uh, uh, van die um, 65.000 bitcoin gewoon geliquideerd worden. En misschien is het uh, 10%. Maar dan gaat het om 6500, 20%. Dan ga je al richting de 13.000. Ja, kan haast niet anders... dat het, dat het voor een periode, tijdelijk dus... ...voor Wat extra verkoopdruk gaat, gaat zorgen. En dan natuurlijk de vraag: is dan de gifbeker leeg? Want je, eh, je zou kunnen zeggen: van nou, oké, op zich wel fijn. Hè? Het is fijn dat. Dit zijn allemaal tijdelijke gebeurtenissen. Het is fijn dat dan die Duits, eh, als die Duitse buit geliquideerd wordt en die buit van Sing ook. En dan is dat achter de rug. Dat is gebeurd. En dat is iets eenmaligs. En dan is dat van tafel. het geldt voor Matt Gogh. Zo eindelijk is, is dat afgesloten. Dat klopt. Dat zou je wel kunnen kwalificeren als iets positiefs. Iets, iets positiefs in, iets, in de context van iets wat je natuurlijk niet positief noemt. Al die criminaliteit en een beurs die is omgevallen. Uiteindelijk is dat gewoon onwenselijk, natuurlijk. Maar de gifbeker is niet helemaal leeg. Want als je gaat kijken naar wat er in bezit is van overheden. Nou, ik, ik noem even de top 3. De VS: 200.000 bitcoin. China: 194.000 bitcoin. Verenigd Koninkrijk, 61.000 bitcoin. Dat nou, zijn geen bitcoins die ze hebben gekocht om in te investeren of zo. Het is niet dat, uh, dat Jerome Powell in opdracht van het ministerie van Financiën 200.000 <laughs> ja, bitcoins gekocht dat jij even heeft. Dat je een, een dikke scoop hebt hier. Ja, wij, he, wij, wij <laughs> hedge eventjes de de van de dollar. <laughs> nee, dat zijn allemaal in beslag genomen, bitcoins. Wel grappig als Do ze dat per ongeluk. Alsnog wel doen, zeg maar. Dat ze ze zo Zou lang in beslag kunnen, hebben hè? genomen dat op een gegeven moment dat het de, de, de live rope, de live boat blijkt te zijn. Ja. Maar bij het Duitsland is dat zo'n beetje wel zo. Hè? Van die, die, die 50.000 bitcoins, die waren in 2013, toen die bende werd opgerold, 5 miljoen of zo waard. En zijn nu Klopt. 3 miljard waard. Dus die hebben bijna een keer duizend gemaakt op die in namen. Die hebben gewoon, ja, ik bedoel, als ze. Dat, dat is. Je zou toch haast zeggen dat ze daar moeten naar moeten kijken, zeggen, hmm, <laughs> ja, oh, we verkopen niks een gedaan. stukje en voor de rest hebben we een free ride. yay! <laughs> maar dat geldt ja. echt voor al maar die goed. overheden. Ja. Maar dat, 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 dat geldt... Voor, ja, dat zou kunnen. Ik weet niet wanneer ze het in beslag hebben genomen. Maar ja, Amerika nog wel eerder. Die zit in 2013. Dat, had, dat is allemaal, komt allemaal uit sale growth. Dat is Rossen. Uh, Rossen uh, is een personal ja, stack die ze daar ja, ik van geloof beheren dat... voor hem, zeg maar. Ik geloof <laughs> dat er ook wat van die ransomware dingen waren in beslag genomen. Dat is ja, veel korter geleden. Ja, en ook, hè? Maar hoe dan ook. Je kan je, kan je toch voorstellen dat ze daarnaar kijken en zeggen... ja keer duizend. Hm, net ETF's goedgekeurd. Is het slim om dit te verkopen? Er moet toch iemand ergens in een vergadering ja. de vraag stellen, wat nou als we dit gewoon nog een tijdje vasthouden? Ja, <laughs> ik bedoel, maar goed, dat, vond ik, dat, 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 dat is één. Um, en tweede, wat ik wel geinig vond, bij Mount Gox worden er natuurlijk straks 65.000 bitcoins uitgekeerd aan hun uh, rechtmatige eigenaars. Maar ook 65.000 bitcoin cash. En als, als ik dat zou krijgen, dan zou ik de bitcoin houden en de Bitcoin Cash zo snel mogelijk dumpen. Dus ik weet niet of dat ook voor die andere mensen geldt. Maar als het zo is, dan zou dat voor Bitcoin Cash dan wel even een pijnlijk momentje kunnen zijn. Een ja. pijnlijker momentje kunnen zijn dan voor bitcoin. Daar ben ik nieuwsgierig naar. Maar goed, kijk, links of rechtsom is dit natuurlijk wel gewoon iets wat de komende maanden door de markt geabsorbeerd moet worden. Het kan haast niet anders dan dat dit voor extra aanbod gaat zorgen op de markt. En de markt is ook. Uh, bestaan natuurlijk ook uit OTC-desks. Het, het is niet zo dat je dat alles gewoon maar... Uh, dat, dat, dat iedereen inlogt op Kraken of zo... of op Coinbase en daar in één keer 40.000 bitcoin dumpt of zo. En dat, daar, neem aan dat daar verstandiger mee omgegaan wordt. Maar hoe dan ook, um, is, dit, is dit vanuit een... Uh, een ja. Korte termijn beleggingshorizon... is dit gewoon niet een heel prettige samenloop van omstandigheden. Het hangt er wel heel erg vanaf in wat voor soort context dit dan zich afspeelt. Want na die ETF-lancering is er ook 200.000 bitcoin uit de Grayscale ETF weggegaan. M een stukje daarvan misschien naar de andere ETF's, maar st een stuk ook gewoon verkocht. Al is het maar vanwege de curatoren van, eh, wat was het, FTX en Genesis en BlockFi en Celsius, die gewoon hun, hun ja, weet je, die gewoon dollars nodig hadden. Maar ook alle hedge funds die de, de, de GBTC-arbitrage hebben gespeeld. Er zijn er allerlei partijen die, waarvan we weten dat ze, dat ze na de livegang van Grayscale op 11 januari Bitcoin hebben verkocht. En dat, dat gaat echt in de vele tienduizenden, zo niet honderdduizenden. Dus zo een, een markt kan dat makkelijk absorberen als de stemming optimistisch is. En als de stemming toch al negatief is, ja, dan is dit de, de wat is het, zeggen ze dan, de straw that broke the camel's back of zo? Hè? Dan is het de hmm. laatste. Druppel die de Emmer dan doet overlopen. Dus of dit een probleem is, dat hangt ook heel erg af van de omstandigheden. Ja, en je ziet nu, goed, je ziet mijn, nu vooral mijn inschatting angst. is Mijn inschatting is dat het op zijn minste ervoor zorgt dat die Bitcoin-prijs langer zijwaarts gaat dan, uh, dan anders het geval zou zijn geweest. Hey, wisten jullie trouwens dat in de loop der jaren de Amerikaanse overheid ook alweer Bitcoin geveld heeft om geld op te halen? Van die pot, uit welke... die pot. Om geld op te halen waarvoor? Uh, gewoon, weet ik veel. Uh, ja, om geld te optalen waarvoor? Net zoals dat auto's die in beslag zijn genomen worden ook verkocht. Dus niet dat de overheid die voor, voor eeuwig in de kas houdt. Ik heb een lijst hier voor me. Hadden nou, de, de Vos Twins dat niet oh. gekocht op een gegeven moment? Nee, dat is nou dat zou okay. kunnen. Maar ik heb hier de eerste in ieder geval in 2014 is er voor zijn er ongeveer 30.000 bitcoin verkocht voor uh, een dikke 18 miljoen dollar. Aan ene Tim Draper, weekend kent oh, Tim, Draper, Tim, ja. Tim ja, Draper. Die was daar vroeg bij. Ik weet wat dat nu waard is. 1,8 miljard. Uh, <laughs> dat is wel uh, een redelijk goede ROI. Uh, dus ik, dat is letterlijk. Dat, nou, dat verzin je niet, jongens. Nee, maar dat is dus tien jaar geleden. Uh, heeft hij uh, dat gekocht. En uh, ik zie dat de Amerikaanse overheid wel vaker batches nog van 50.000, 50.000, uh, 44.000 Bitcoin heeft verkocht. Daarna is het wel een stuk. Minder geworden na 2015. Dus uh, ja, ze hadden nog veel meer Bitcoin in, uh, in de kluis liggen. Goed, even een leuk feitje tussendoor. Mooi. Zal ik hem dan meteen uh, overpakken? Want volgens mij waren ja. dat ook jouw uh, boekklokken. Um, ja, uh, ja, ik heb ook wel een aantal uh, die we eventjes uh, moeten bespreken. Of niet heel diep op in te gaan verder. Maar deze week kwam het onverwachte nieuws naar buiten dat uh, Julian Assange. Vrij is. Vrij tussen aanhalingstekens. Hij is vrij, maar hij, hij moet wel. Laat het hele verhaal even vertellen. Hij heeft um, uh, 1900 dagen, dus, euh, een, pak een beetje vijf jaar, uh, in, uh, in de gevangenis gezeten in Londen. Ja, hij zat er, daarvoor natuurlijk ook al vast, eigenlijk. Uh, waarom? Uh, nou ja, hij is de oprichter van Wikileaks en uh, die zijn vooral bekend geworden omdat ze ja, ergens in de periode 2006, 2011. Heel veel Amerikaanse staatsgeheimen bekend hebben gemaakt. Een klokkenluider eigenlijk. Volgens mij deed hij dat met Chelsea Manning. Klopt dat? Nou, Chelsea Manning, volgens mij was dat. De, 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 degene die de documenten had vanuit het Amerikaanse leger, vanuit de Amerikaanse overheid, die speelde dat door naar Assange en hij uh, zette dat online op WikiLeaks. Nou, die Manning heeft volgens mij daar ook uh, al, al jaren voor vastgezeten. Um, en uh, nou ja, goed, Assange zou ook uh, vast moeten zitten. Dus die was op een gegeven moment op de vlucht. Hij komt zelf uit Australië. Ja, op een gegeven moment is hij in de ambassade van Ecuador in Londen gaan zitten. En hij kreeg het politiek asiel van Ecuador. Vanaf 2012 was dat. Alleen um, ze kregen hem niet naar Ecuador, Ecuador zelf. Dus dat werd op een gegeven moment ook een heel vaag verhaal dat hij in dat, ja, in dat uh, gebouw in Londen zat. Hij kon er niet uitgehaald worden. Maar hij kon eigenlijk ook nergens heen. Dus dat was eigenlijk ook gewoon. Uh, uh, ja. een soort van gevangenis geworden op een gegeven moment. Ik kwam laatst trouwens in, een, uh, in de kunsthal in Rotterdam. Daar hadden ze allemaal uh, beeldende kunst. Nou ja, helemaal geen beeldende kunst. Gewoon kunst eigenlijk. En daar stond ook de loopband van Assange tussen. Die, die hij uh, in, uh, in, in de ambassade in Ecuador had. Omdat hij kon ook helemaal geen rondje gaan lopen. Want het, de ambassade is gewoon. ja, een gebouw. En op het moment dat hij voet buiten die ambassade zette. werd hij opgepakt. Uh, door de Engelse politie om hem daarna uit te leveren aan Amerika. Want daar ging het om. He, er was ook een Zweedse rechtszaak op een gegeven moment. Maar het ging allemaal om, hij moest uitgeleverd worden aan Amerika... zodat ze hem daar konden berechten. En dat wilde hij voorkomen, omdat hij natuurlijk bang was... dat hij daar, net als Ross Ulbricht en, en de rest, voor jaren vast zou, uh, zou komen. Nou, op een gegeven moment hebben ze, heeft uh, de regering van Ecuador voor mij gezegd... Van, nou, je hebt geen uh, asiel meer... Bij ons. Uh, en toen is hij de dag erna uh, door de politie uit zijn uh, hok getrokken daar in die, uh, op die ambassade. En toen is hij dus in de gevangenis terechtgekomen in Londen in 2019. En nu, vanuit het niks, is hij eigenlijk opeens naar Amerika gevlogen. Althans, een of ander gek eilandje wat bij Amerika hoort. Daar heeft de rechtszaak plaatsgevonden. Hij heeft uh, schuldig uh, gepleit. Hoe noem je dat? Hij heeft in ieder geval gezegd dat hij schuldig was aan één. Ten lastenlegging, één strafbaar feit, namelijk spionage. En daar heeft hij vijf jaar cel voor gekregen, maar omdat hij al vijf jaar voorarrest heeft gezeten, kan hij in één keer door. En hij zit nu dus in Australië met zijn vrouw en zijn kids. En opeens is die hele saga soort van in, in drie dagen afgewikkeld. Heel uh, uh, weird, en, maar goed voor hem uh, dat, die, um, ja, dat het eindelijk klaar is uh, voor hem. Wat nog wel interessant is, een bitcoin randje hieraan. Ze ontvangen natuurlijk al jarenlang bitcoin-donaties. En um, een bitcoiner heeft acht bitcoin gedoneerd. om de vlucht van Assange te betalen. Niet zozeer het vluchten, maar letterlijk de vlucht. Hij, is met een een of, hij moest met een, een of ander vliegtuig. van de rechtszaken naar Australië verplaatst worden. En dat moest op die manier. Hij kon niet de normale vlucht nemen. Maar hij moest er wel voor betalen en dat schijnt vijf ton gekost te hebben. Dus er was een bitcoiner die zei, nou prima, dat uh, betaal ik wel. Die heeft acht bitcoin overgemaakt, precies vijf ton. En dat is geregeld. En dat schijnt Jack Dorsey te zijn. Maar goed, ja. ja we zeggen niet wie het is, maar het was Jack Dorsey. Ja, hij had, hij had wat gereageerd. Uh, safe passage of zo had hij getweet of op Noster gezet. En één minuut later werd hij... Uh, Bitcoin betaald en op basis daarvan maken mensen die connectie. Ja, het zou wel in zijn MO passen, laat ik het zo zeggen. Het geld heeft hij ook. Ik bedoel, die vijf ton is voor Dorsey geen probleem, dus het zou me niks verbazen. Maar het is niet echt definitief bewijs of zo. Weet je wel, het is een beetje, hangt een beetje van toevalligheden aan elkaar, wat ik op Twitter langs zag komen. Maar het zou zeker kunnen. Een andere bitcoiner die erbij is gekomen uh, sinds, um, uh, sinds deze week is niemand anders dan de oprichter van Dell. Nou, hoe zou die heten? Nou, dat kan ik jullie vertellen: Michael Dell. Um, Dell, ja, dat, uh, wat, wat kunnen we erover zeggen? Ja, iedereen heeft denk ik wel eens een Dell gehad. De vroeger, of in ieder geval zijn pa of, of, of op kantoor of whatever. Dell is een soort. Uh, ja, Een beetje HP, hè? dat waren de twee grote concurrenten. Z zij maakten laptops en, uh, uh, en desktopcomputers die al helemaal in elkaar gezet waren, die je gewoon onder je bureau kan schuiven. Uh, op en, een scherm servers. Van de... ja, en servers, ja, en nee, servers. Wat servers van de Dell Power Edge en zo. Ja, nee, inderdaad. Nee, ze hebben twee inkomstenstromen die ongeveer 50-50 verdeeld zijn. Zag ik op Wikipedia. En het ene is inderdaad consumentencomputers. Uh, dus laptops en desktops en aan de andere kant heb je inderdaad servers, dus een netwerkapparatuur echt voor, uh, voor, ja, voor, voor bedrijven zeg maar inderdaad. En um, nou, het geschatte vermogen van Michael Dell is 105 miljard, dus daar werd al uh, ja, uh, heel blij op gereageerd. Hè? We kunnen weer simpen voor een nieuwe miljardair jongens, dat werd ook uh, flink gedaan. Maar waarom kwam dat nou? Nou, Michael Dell die had een tweet van Michael Seler geretweet op, uh, ja, op Twitter natuurlijk. En hij had geretweet: Bitcoin is digital scarcity. Althans, dat had Michael Seler geschreven en Michael Dell had dat geretweet. En daarna tweette hij nog een plaatje van Cookie Monster met allemaal Bitcoin uh, munten of zo. Ja. ja, wat moet je ermee? Ja, je moet het noemen, denk ik, jongens. Het is gewoon weer even een, een puntje, een, een stipje op onze dotplot, hè, die, we, die, die, die we met z'n allen in de podcast maken. Een puntenwolk. Um, en als je maar op een gegeven moment genoeg puntjes dicht bij elkaar op een bepaald punt hebt, kan je daar iets over zeggen. Als, als die puntjes dicht genoeg bij elkaar in de wolk zitten, dan kan je zeggen: Oké, okay, we zijn weer iets opgeschoven. Het overtoonwindow is weer iets verder naar een kant getrokken. Ja, en dit is zo'n puntje. Um, en wie weet. Uh, maar wat, wat weten we meer over Michael Dell? Is dat, is dat, Hij is 59 wat, jaar, heb ik hier nog opgeschreven. Heb, heb, heb je wel eens een, een, een toespraak van hem gezien? Of van of, of anders? Nee, ik heb er Wat voor niet, figuur is dit? Is dit. Ja, uh, een, is, het, een, is het opportunistisch? Uh, of, of, zeg maar, vind, dat, dat zegt mij altijd wel iets over hoe moet je dit nou duiden? Is dit een, uh, is een heel doordachte actie geweest, ja of nee? Zeg maar, hoe. hoe in welke context nou ja, kijk, moet ik dit dan eigenlijk plaatsen? Nou ja, je moet het in de context zien van zijn persoonlijke Twitter-account. Het heeft verder niet zoveel of weinig of niks met Dell te maken. Aan de andere kant is hij, net als Michael Saylor, wel echt de baas bij Dell. Volgens mij hij was hij een tijdje CEO af. Volgens mij is hij inmiddels weer CEO op. Hij is CEO, dacht ik. Uh, en volgens mij heeft hij ook het grootste gedeelte van de aandelen op het gegeven moment teruggekocht. Dell was beursgenoteerd en hij heeft dat samen met de investeringsmaatschappij weer van de beurs afgekregen een aantal jaar geleden. Uh, dus hij heeft wel volgens mij nog steeds een beetje een Michael Saylor-positie. Zoals Michael Saylor het heeft bij Michael Saylor, die heeft hij al bij Dell. Volgens mij is Dell niet zo. Um, ten dode opgeschreven als uh, MicroStrategy dat was, hè? wat Michael Saylor ook aangaf bij um, Peter McCormack laatst. Van ja, weet je, we konden nog wel een paar jaar doorgaan, maar dan op een gegeven moment houdt het op. Weet je, we, we moesten wel Bitcoin kopen. Daar is nog niet echt sprake van. Dus op, volgens mij is het gewoon een miljardair, een van de rijkste mensen ter wereld, die dit persoonlijk nu interessant vindt of zo, net zoals dat je wel eens voetballers hebt die er opeens over beginnen. Kijk, ja, Michael Dell hoeft het voor het geld niet te doen in ieder geval. Nee. Uh, dat um, uh, dat is wel duidelijk. Ja, dus ja verder om, dan, een, om dan om dan, een, om dan iets schijt lolligs als een cookie monster tweet. Ja, ik weet niet. <laughs> nee, ja, ja de, uh, boomer humor. Hij is trouwens ja, bijna 60, weet je waar? Ik bedoel, dan krijg je dat soort dingen. Ja. Ja, nee, ik ben er zelf ook ik, ik, ik dacht, ja, we moeten het even melden. Het was ook een rustig weekje, dus het kon ook even. Maar ik, ik vond dan vooral... Ja, ik, ik vind het mooi hoe de Bitcoin... Um, um, community ja. als een soort parade klaarstaat om een erehaag ja, dus, te volgen. Er dus staan miljoenen volgen. sokkels klaar hè, waar dan iets opgehezen kan precies, worden. Precies. Nou, Michael Delden werd al getweet. Michael Saylor heeft maar een vermogen van 5 miljard. Nu komt de echte baas binnen, weet je wel. Ja, nou goed, whatever. Maar I am, het is wel, I am kwestie Michaels, van Michaels. Ja, was precies. Het, ja. 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 Dat ja. wou ik net ja. zeggen. Zo'n het is, het is kwestie van Michaels verzamelen. Dit. Ja, dat, is, dat is wel grappig, inderdaad. Ja. Heb je nog iets, Bart? Ja, een laatste dingetje waar ik deze week uh, een beetje ja, ik heb hem hier instaan als Umbrella Appreciation Post. Uh, and, um, umbrella is, is noodsoftware, althans daar begon het mee. Hè? Um, we hebben uh, op een gegeven moment een soort van ja, een revolutie doorgemaakt. als het gaat om het draaien van Bitcoin nodes. Dat is inmiddels een jaar of vijf geleden, uh, vijf, vier geleden, toen we ook al de eerste noodzaakvideo's maakten. Uh, je had MyNote, je had Raspberry by Blitz en op een gegeven moment kreeg je ook Umbrel daarbij. En dat waren allemaal softwarepakketjes die het voor, nou de leek gaat wat ver, maar voor, voor de gemiddelde bitcoiner, laat ik het zo zeggen, die toch een beetje technisch is aangelegd, maar geen developer is, het makkelijk maakt om, uh, om een bitcoin node te draaien. En al die softwarepakketjes zijn de afgelopen vijf jaar uh, ja, doorontwikkeld, om het zomaar te zeggen. En allemaal een beetje een andere richting op. Um, de een is heel erg Bitcoin-only uh, gebleven. Uh, en Umbrel heeft op een gegeven moment... Zijn, hebben ze ervoor gekozen van... wij willen um, ja, niet alleen als het gaat om geld... Hè, de macht teruggeven naar de gebruiker. Dus dat je, hè, het verhaal van Bitcoin. Maar wij willen ook ja, gewoon de macht terugpakken... als het gaat om jouw data. Dus, en op alle mogelijke manieren. Dus zij hebben daar eigenlijk een soort van ja, open source servertje van gemaakt. En um, heel veel bitcoiners die zeiden daar terecht ook in eerste instantie over van ja, um, ja dat, dat, dat moeten we niet willen. Want ik wil helemaal geen home assistant server op mijn bitcoin node draaien. Die twee dingen moet je gescheiden houden. Alleen uh, wat denk ik veel bitcoiners een beetje de fout in zijn gegaan is dat ze toen gezegd hebben van... Dus, Umbrel kijk ik niet meer naar. Laat maar gaan. En dat is zonde. Want je kan Umbrel tegenwoordig ook gewoon draaien zonder Bitcoin-Nood. Of andersom, dat je alleen een Bitcoin-Nood draait en de rest niet. Je kan het zelf kiezen. Daarnaast zie ik niet zo heel veel uh, issues als je alleen een Bitcoin-Nood draait. Eigenlijk alleen bij Lightning wordt het een probleem, omdat je dan daadwerkelijk Bitcoin op je Node hebt staan. Hè? Een, een Bitcoin-Nood alleen gebruik je met een hardware wallet samen. Dat is eigenlijk weinig risico. Uh, en met een Lightning um, uh, Node heb je echt Bitcoin op jouw Lightning Node staan. En dan kan je, kan je zeggen: ja, dan is het misschien niet zo handig om allemaal extra poorten open te zetten en attack factors te openen. Maar wat ik nu tegenwoordig heb, ik heb gewoon één umbrella Node voor Bitcoin en Lightning. En ik heb nog een losse geïnstalleerd om al die andere dingen te proberen. En ik moet je zeggen: het is wel heel vet wat ze gedaan hebben hoor. Ik heb deze week een. Uh, 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 een uh, Mediaserver gemaakt thuis. Dus ik heb Plex geïnstalleerd. Dat is een soort van Netflix-achtig uh, interface om al je uh, films en series uh, af te spelen. Maar je kan het allemaal aanvullen met allemaal apps. Nou, die heten dan Sonar, Radar, Prowler, Overseer, whatever. Wat het eigenlijk betekent, is dat je gewoon je hele downloaden van al je films en series. Kan je allemaal automatiseren. Dus op het moment dat er een, een nieuwe aflevering van um, uh, House, of Dragon, uh, House of Dragons, die Game of Thrones spin-off, op het moment dat die uit is, wordt die direct van een nieuwsgroep of van een torrent gedownload en komt die in je plex library te staan. Um, ja, super, super grappig. Nou is dat natuurlijk enigszins uh, niet legaal, zou je kunnen zeggen. Zou je het uh, lans voor kunnen breken? Maar goed, dan doe je dat niet. Dan vul je hem met allemaal kopieën van je eigen Blu-ray library. Dat mag namelijk uh, gewoon als je zelf de originele uh, content hebt. Maar dat is één voorbeeld. Maar ik zat door die App Store te gaan. Je kan een home automation server draaien. Je kan je eigen... Uh, uh, we hadden het vorige week natuurlijk over die uh, chat control. Je kan je eigen chat server uh, draaien. Je kan je eigen TeamSpeak server draaien. Je kan... Hey Bart, ga, moet je dan, heb je dan nog wel een NAS nodig? Of is deze ook meteen NAS? Plu je hier gewoon tf, nou, 16 terabyte aan SSD's nee, aan vast? En dan... Nou, dat is wel een beetje de volgende stap. Uh, je loopt bij Unreal op een gegeven moment wel een beetje tegen de beperkingen aan van A, ah, je Raspberry Pi, maar nog meer je opslag eigenlijk. Ja, want als jij het hebt over die Plex, dan denk ik ja, de gemiddelde NAS, Synology of whatever, die heeft natuurlijk ook gewoon zo'n Plex package die je kunt nee, installeren op NAS. Nee, dat klopt. Het kan, kan ook. Kijk, wat Umbrell natuurlijk is, het is gewoon een mooie front-end uh, met allemaal Docker containers aan de achterkant. En als jij op Plex, Docker, of sorry, op jouw NAS van Synology kan je gewoon Docker installeren. En dan kan je ook Sonar, Radar, de hele Micmac gewoon allemaal in een containertje laten draaien. Dat is verder natuurlijk ook prima. Het, het verschil is toch dat ik heb zelf een Synology en ik heb zo'n De Het, het gemak en, 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 en het ontwerp van Umbrel. Het, het zit zo mooi in elkaar. Je krijgt gewoon app-icoontjes, je klikt erop, er opent een nieuw tabblad en, en het werkt ook allemaal direct. Ik dus vind je het laat tof. je NAS eigenlijk gewoon domme storage zijn die je dan nee. gaat, gaat bedienen vanaf je Umbrel. Dus je, 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 jouw Plex op je umbrella, die die zoekt de files op je NAS dan? Nee, dat nog niet. Ik heb nu gewoon een 4-terabyte uh, SSD op mijn uh, Raspberry ah. Pi zitten. En dat is voor Plex op, op zich wel voldoende. Maar ik ben het met je eens: je kan Umbrel dus ook op je Synology NAS uh, draaien. Alleen dan moet je weer allemaal noodgrepen gaan doen om alles werkend te krijgen. Dus ik hoop. Noodgrepen, uh, leuk. Ja, precies. Ik hoop dat er nog wat, wat, wat um, uh, um, dingen aangepast worden, zodat dat makkelijker wordt. Want ik ben het helemaal met je eens. Want wat je dus bijvoorbeeld ook kan doen, wat ik heel vet vind. Uh, je hebt een hele makkelijke app om, uh, Back That Mac Up heet dat. Dan kan je heel makkelijk een time machine maken van je umbrella, zodat je backups kan maken. Je hebt uh, Nextcloud, dat is een soort Google Docs, uh, Google Suite replacement. Je hebt... Um, PhotoPrism of je had nog een andere, nou in ieder geval allemaal manieren om je iCloud uh, te vervangen. Ja, en dan wil je eigenlijk gewoon 16 terabyte uh, nas-storage hebben in plaats van 4 terabyte op je umbrel. Maar ze, ze bewegen daar naartoe en dat vind ik heel erg tof. Het, het maakt het ook makkelijk om het een keertje te proberen. En op het moment dat je zegt van ja, dit werkt goed voor mij. Dat uh, die, die foto-app die ik op uh, Umbrel heb, weet je wat? Ik ga het nu gewoon uh, op mijn nas proberen te installeren. Want dan heb je gewoon, je kan het heel makkelijk testen, kijken of het werkt. Ja. Ik zal ook bijvoorbeeld voor developers, je kan bijvoorbeeld een, uh, een, een Git-servertje uh, draaien, zodat je ni niet uh, GitHub hoeft te gebruiken. Voor ieder wat wil. En het wordt ja, steeds meer. Maar, totdat. Uh, uh, tot dat umbrella iets van RAID support heeft zou ik afraden om het serieus te gebruiken. Persoonlijk. Waarom? Omdat het omdat als je harddisk faalt, je je data kwijt bent. Ja, nee, ja, het is gewoon sure. geen, het is gewoon geen serieuze ik, ik kan nee, je, het, ik kan het je, niet serieuze, voor serieuze dingen gebruiken om die reden. En nee, je zou natuurlijk je, je NAS tong kunnen houden en die als data koppelen aan je umbrella node. Dat je tegen je umbrella node zegt van mount deze Externe drives? Ja, zijn er een NAS? In, in dat geval gaat het van plug-and-play af van naar je moet het zelf gaan... Ja, maar ik beschrijf, een, ik beschrijf een, um, geen snapshot. Hè? Ik beschrijf een bepaalde beweging die ik zie. Ik volg dit project vanaf het begin. Ik heb het gebruikt vanaf het begin. In het begin uh, sloot je het aan, had je een Bitcoin-nood. En er zit een bepaalde beweging in naar nou, al die dingen die je eigenlijk noemt. Die komen er elke... Grote update wordt er een van die dingen weer opgepakt. die op het lijstje staat. van ik kan het eigenlijk niet serieus nemen. En ik ben het met je eens, op dit moment. ja, inderdaad. Als je, je moet dit niet gebruiken nu. om al je foto's te backuppen. en denken dat je veilig zit. want op het moment dat jouw SSD'tje. Uh, crashbait, allemaal kwijt. Mijn verhaal zit er me nu meer in dat. Oh, Kijk, voor jou is het misschien gesneden koek. voor Bert misschien ook. Hè? Uh, met, met een wat meer technische. Uh, programmeerachtergrond. Voor mij is het ideaal om een keertje zo'n app te gebruiken. Te kijken van, vind ik het waard... om hier nu een, een week lang dit op mijn NAS te gaan uitproberen. Het is een soort van tussenstapje. Dat je eventjes kan kijken, hoe werkt dit? Is dit inderdaad wat ik zoek? En daarna het rabbit hole uh, in te duiken... om het op een juiste manier uh, werken te krijgen. Maar heb, je, heb je wel eens een, um, een, zelf een Synology NAS-server gebruikt bijvoorbeeld? Ja, ik heb er twee. Van Synology? Ja. Want op zichzelf... Hebben die ook gewoon het concept van een app store en, en plug and play en ja, het installeren klopt. van Nee, apps ik, heb ook en... een, ik heb ook een plek server draaien. Maar toch vind ik de manier de, de App Store die je op dit moment op Umbrel hebt, uh, uitgebreider en toffere uh, tools hebben dan die van Synology op dit moment. Um, al is het maar, um, maar ja, goed, ja, weet je, ja, ik vind het vet. Maar ik, ik, ik verkondig hier niet dat het een vervanger voor een NAS is met uh, met zes schijven in een uh, RAID nul opstelling of whatever je ervan maakt. Dat is ook niet zo. Maar het is nee, wel vet. Bij mij gaat maar. het. Ik, 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 wil niets afdoen aan je enthousiasme voor Umbrel. Dat is op zich prima. Alleen, ik zet er even tegenover um, hoe, hoe ik daarin sta. Maar ik, uh, als, het, als het gaat om dit soort toepassingen, waarbij je dus eigenlijk een stukje van je um, Data in eigen beheer neemt, want dat is de kern eigenlijk van wat je aan het doen bent. Je bent je data in eigen beheer. Aan het nemen. dan is voor mij hoe je die data opslaat eigenlijk de, het, het, de start. Als dat niet in orde is, schuif ik het eigenlijk gelijk weg. Om die reden vind ik Umbrel eigenlijk niet interessant. Anders dan voor gewoon eens te kijken: van, oh, het ziet er gelikt uit, oh, het is cool. Kunnen we... nou ja, dat tot... is eigenlijk zo so, so sim, simpel gaat het in mijn brein, zeg maar. Het is niet interessant voor serieuze toepassingen. Ja. Als, ik, als die data niet redundant is. Ja, kan, kan misschien wel zelfs... Maar dan gaat het specifiek schrijven. om jouw eigen data. Hè? Dus er zijn ook heel veel toepassingen Klopt. die Bart noemde... die niks met je eigen data te maken hebben. Bijvoorbeeld een Bitcoin-node. Dat is de blockchain die je altijd weer kunt downloaden. En als jij series downloadt... je kunt altijd weer zeggen... doe mij die serie weer Klopt, opnieuw Bert, downloaden. Maar heel en een piehold e De store staat ja. vol met apps die bedoeld zijn... Um, als een soort van vervanging voor wat je in de cloud kunt vinden. E-mail, je calendar, je, je, je code, uh, je documenten, je Google Docs, spreadsheets, weet ik veel wat. Het wordt vermarkt als, als zijnde, het is daar een vervanging voor. Nou, ik vind het dus dat het daar een hele slechte vervanging voor. Klopt. Ik vind het wel, de beweging die Wappers schrijft wel. Ik bedoel, het, het zou daar in theorie naartoe kunnen groeien. Ben ik wel benieuwd naar of dat daar naartoe gaat, daadwerkelijk. want... Ja, in mijn perspectief zijn ze dan op het verkeerde punt begonnen. Ik zou zeggen, start dan met ervoor zorgen dat die data ook daadwerkelijk min of meer uh, onvernagelbaar is, zeg maar. En ja, dat, dat is waar een NAS wel goed in is. Ik ben het al mee eens, de experience van, van een Synology OS. Ik weet niet hoe het nu is, trouwens. Ja, het is heel prima hoor. Ik ben ik ben fan is... van Synology. Ik bedoel, alleen kijk, het ding is, als je dus weer met redundante data gaat werken. Kijk, als jij. Ik heb voor mij 1600 euro betaald voor mijn Synology op een gegeven moment. Als je hem echt goed vol wil stampen met drives die ook nog eens redundant zijn. Maar ja, ja ik, ben, ik, ik, ik snap. Kijk, het is een, uh, een beetje een buskill, maar ik ben het wel met je eens. Um, dat, ja, kijk, je bent met Umbrel wel goedkoper uit. Met zo'n twee terabyte schijf die ik er nu in heb zitten. Ben je, denk ik, met een Raspberry Pi 5B, weet ik veel, 300 euro kwijt. Maar het is eigenlijk geen vervanging, want je, nee. je ja. Goed, en we komen nu ja. in een rabbit hole die gaat over zelfsoevereiniteit. En die is vrij diep. He, dus, dus als je zegt van ik wil zo'n soort device hebben om bepaalde functies in mijn huishouden te vervullen. Bijvoorbeeld om HomeWizard op te draaien voor mijn lampen. Of om een uh, ja. uh, spambeveiliging, zo'n piehole op te draaien. Precies. Of een VPN server. Dat is allemaal prima. Daar is niks mis mee. Kun je gewoon dit voor gebruiken. Maar ga je zelfsoevereiniteit in, namelijk ik wil mijn data zelf beheren. Dan kom je in een rabbit hole waarvan Peter terecht zegt dat begint. Op het punt dat je hardware deugt En dat daar bepaalde redundantie in je hardware zit. Dus uh, een, een, een rate setup. Dat als er één schijfstuk is, dat niet je data weg is. Maar het gaat er ook over: wat als je huis afvikt, dan zijn al je schijven tegelijk stuk. Ja. Dus mijn nas wordt ook weer in de cloud, gebackupt, ge ge Ja, Dat gaat best wel ver. Ja. dus als je daar eenmaal ingaat, dan kom je uiteindelijk, dan ben je pas klaar. Als je, het, als je er echt heel diep over nagedacht hebt. En dat is een beetje het probleem van clouddiensten tegenwoordig. Of het financiële systeem. In Nederland werkt dat eigenlijk gewoon verdraait goed. Dus je hebt gewoon een, een enorm hoge standaard om, weet je, de data die in de cloud zit. Die, ik, ik heb nog nooit gehoord van iemand die zei van, ja, mijn Apple iCloud was ineens weg, want, want, want er is een schijf gequest bij Apple. Dat is niet hoe het werkt. Die gasten die hebben dit uitgespeeld. Het werkt gewoon. Die data is niet zomaar weg. Maar dat is bij jezelf is dat gewoon een stuk lastiger. En, ja, dus de, ik vind terecht de scheiding die Pete aanbrengt met daarbij de opmerking als je dan daadwerkelijk het self-sovereignty stuk en gaat, ja dan, dan is dat ook wel een, meteen een diepe rabbit hole. Ja, maar ja, je leert dat dus, en dat is mijn, mijn counter argument, je leert dat dus ook alleen door het gewoon te gaan proberen en Umbrell maakt die... Um die drempel goedkoper en daarmee lager en ook makkelijker, zeg maar. Maar goed, je zou inderdaad kunnen zeggen... Synology is ook makkelijk, dat klopt. Het is, ja, ik, ik vind dat wel... Maar ja, goed, je, je kan natuurlijk ook gewoon je foto's uit iCloud backuppen... en ze nog steeds in iCloud laten staan. Hè? Ik bedoel, uh, je hoeft niet natuurlijk alles in één keer... Uh, uh, helemaal van 0 naar 100 in één keer te gaan. Ja, het, het heeft... Ja, ik... ik maar goed... Ik ben een, be Ik sta een beetje gekleurd in mijn voorliefde voor Umbel. Uh, in, 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 in de manier hoe het heel veel mensen naar laat nadenken: in ieder geval over uh, data, data uit de cloud halen, data in eigen beheer nemen, Bitcoin in eigen beheer nemen. Ik vind dat ze dat ja, wel echt op een hele. Ja, dit, is voor, dit is ook voor mensen anders dan Bitcoin. Interessant of niet, het, het, het ziet er mooi uit en het, het trekt mensen naar binnen en het, ik ga eens proberen, weet je, ik, zet eens een, zo, ik klik eens op dit appie. ik ga eens kijken wat het doet. En, en dat, dat, ja, ja. dat is. Uh, Helemaal uh. eens, ik heb zelf gewoon een, een ongelooflijke allergie tegen um, bedrijven of groepen die iets door iets heel mooi en gebruiksvriendelijk te maken, iets verhullen. En daar zelf ook niet te kennen over geven dat ze daar daadwerkelijk mee bezig zijn. Namelijk dat het niet een security- en data-first product is. Terwijl dat eigenlijk het belangrijkste is voor het product dat ze maken. De, en, en ja, ik, heb daar, daar heb ik, zelf, ik zou er zelf, loop ik daar met een grote boog omheen. En ik, en ik heb daar gewoon problemen mee. Ik heb problemen met dit soort producten um, die gelikt zijn, die makkelijk zijn, die er goed uitzien. Maar ik heb. Krijgen heel sterk het gevoel bij hier zijn vooral um, goede designers aan het werk. En niet zozeer um, goede security engineers, goede data engineers enzovoort. Dit is niet het product dat ik direct zou gaan gebruiken. Ondanks dat ik helemaal achter kan staan van wat jij zegt. Zeg maar, ik begrijp wel dat enthousiasme, maar ja, dat is al een persoonlijke, uh, persoonlijke snaar of zo, die dan geraakt wordt door bij mij dat enthousiasme eigenlijk ook gelijk weer weg is. Ja, nou ja, eens ze zijn trouwens al bezig met een app om uh, uh, makkelijk een backup van je hele Umbrella te kunnen maken op een externe schijf. Maar goed, het is, het is een fair punt. 100 um, Ja, goed. Eindigen daar mijn uh, bookmarks uh, ook direct. Uh, Bert, wat zullen we doen? Ik zal dat jij nog één of twee had. Of zeg je, we gaan we pakken meteen door naar de markt-update? Nou ja, die twee die ze, die, die kunnen denk ik in ongeveer een minuut per stuk. Dus dat lijkt me wel even de moeite waard. Ze zijn ja. wel leuk. En je zult ze waarschijnlijk niet op veel andere plekken tegenkomen. De eerste gaat over Standard Charter. Dat is een bank, volgens mij een, een bank uit de UK, uit Engeland. En die um, uh, start een spot crypto trading desk voor Bitcoin en voor Ether. Um, en dat is wel bijzonder. Er zijn natuurlijk best wel veel grote traditionele financiële instellingen, banken, tradinghuizen, die iets doen met um, Bitcoin-derivaten, futures of opties of dat soort dingen. Maar spot Bitcoin uh, op dit zeg maar, niveau, zal ik maar zeggen, aanbieden. Um, daar schijnen zij nou min of meer de eerste in te zijn als ik Bloomberg um, moet geloven. Um, ze zeggen ja, wij zien gewoon. Um, vraag hiernaar. naar? En wij werken nauw samen met de regulators, um, zodat we institutionele klanten um, kunnen voorzien in handel in spot Bitcoin en spot Ether. Dus dat vond ik wel een interessante en wat een geinige queenslag uh, erbij is. Dat ik kwam erop via het uh, Twitter account van um, Um, moet ik het goed zeggen? Richard Tang. En hij is nu de CEO van Binance, de opvolger van CZ. En hij zei: um, Welcome to crypto, Standard Charter. Vond ik wel weer grappig. Geen idee of, of Binance er iets mee te maken heeft, maar dat uh. um, is Standard Chartered. Um, dan het of la, of vierde, laatste boekmarkje. Gaat over Marathon. Die kennen wij, uh, dat is een miningbedrijf. Kennen wij vooral uit uh, andere delen van de wereld, hè, in de Verenigde Staten, maar ook. Midden-Oosten waren ze bezig en bij Paraguay en um, uh, Brazilië, daar geloof ik, in dat grote meer, hebben we wel gehoord over mining operations. Maar die komen dus nu naar Europa toe. Um, en daar dus, publiceerden ze ook wat grote stukken over. Zeg, kijk, in Europa is het over het algemeen genomen wat kouder dan in, uh, in Texas, denk ik. Hè, dat ze daar wel aan refereren. En um, hier, heeft het, hier zijn heel veel soort van warmtenetwerken opgezet. En die warmtenetwerken die blijken in de praktijk behoorlijk slechte koolstofvoetafdruk voetafdruk te hebben. Ik geloof 24% of zo um, met duurzame energie opgewekt. En dat komt ook omdat ja, er wordt vaak biomassa aan voor verbrand. Um, dus, dus ja, uh, daar is wel winst te behalen. En hun eerste pilotproject in Europa, hun eerste project überhaupt ooit in Europa, is in F Finland, waar ze um, um, ja warmte. Opwekken met Bitcoin mining. En die warmte distribueren naar een dorp. Ik geloof 11.000 mensen. die worden straks hun huizen verwarmd. met de warmte die komt uit Bitcoin miners. Um, en daarvan zeggen ze. van ja dat. dat die combinatie hè, van Bitcoin mining. En, en. en het verwarmen van dorpen. is ideaal, omdat je met Bitcoin mining. makkelijk hoogwaardige warmte kunt maken. De, dus warmte op een hoge temperatuur. En het probleem van datacenters. Is dat vaak niet veel warmer is dan 35 graden. Dus dat moet je dan weer gaan opwerken met warmtepompen, warmtewisselaars, whatever. En uit, uit miningapparatuur komt gewoon meteen al hoger dan 50 graden. En daar kun je dus makkelijker dat mee doen. En waarom ik het interessant vind, is enerzijds, het is een nieuw soort use case, waar we niet vaak van gehoord hebben, waardoor groot miningbedrijven nu blijkbaar op inzet. En anderzijds, omdat het weer een voorbeeld is van een miner die een secondary income stream zoekt. Dus hij zegt van ja. Ik ben niet alleen maar aan het minen. En ik heb niet alleen maar elektriciteit als kosten. En bitcoin als opbrengst. Maar ik heb elektriciteit als kosten. En daarnaast meerdere opbrengstenstromen. Natuurlijk de bitcoin die ik mine. Maar daarnaast ook de warmte die ik verkoop. He, en, en andere voorbeelden die we gezien hebben is miners zeggen: Ja, ik heb ook inkomsten uit de onbalansmarkt. He, omdat ik bijvoorbeeld miner uitzet op het moment dat dat handig is of zo. Dus miningbedrijven, we hebben het. Vorige week gehad over die hash price. Ja, de hash price is heel erg laag. Maar bedrijven zoeken dus naar secundaire inkomstenstromen. Nou, lees het zelf door. Het boekmarktje staat in, de, in, de, in het lijstje. Um, wellicht dat we hier in de toekomst nog meer van horen. Het is immers slechts een pilot. Bart, voordat we naar de marktupdate gaan, moet jij nog wat sponsors bedanken. Ja, heel goed Bert. Dan kan je dat elke week even doen op deze manier. Dat is heerlijk, <laughs> ja. moet ik zeggen. Nou, vorige week was het Peter, trouwens. Maar die doet het dan via Discord en dat was op zich ook heel netjes. Uh, maar da daar kijk ik niet altijd op gedurende de uh, uitzending. Anyway, we gaan inderdaad even onze sponsoren bedanken, uh, want die maken deze aflevering mogelijk. En die konden direct oh, Watson Law, Amdax, Finst en natuurlijk de hoofdsponsor Bitvavo. Uh, ja, verder nog, uh, ja, Verder nog niks eigenlijk hier. Uh, we kunnen gewoon direct door, Bert, uh, met, uh, met de market update wat mij betreft. Ja, want ja. Ik, ik, nou ja, ik zat even. Ik, ik zit nog even in mijn hoofd. Moet ik andere dingen noemen? Ja, ik moet zeker andere dingen noemen. De markt update, um, ik wel benieuwd naar bij uh, Bert. Um, uh, when 100k, nee, maar we, we, nee, <laughs> ja. we, we, we gaan hem weer even van stal hebben. We hebben van stal halen. We hebben natuurlijk het best wel vaak gehad over die uh, range waar we in zaten. Um, zitten, zitten. Nou, dat is al fijn. Huh? Pak van mijn hart. <laughs> We zitten nog in de boelmarkt, schijnbaar. Nee, ja, ik ben wel heel benieuwd. We moeten natuurlijk even over die prijs gaan hebben, want het is allemaal het, het, het houdt niet over. Uh, heb ik het idee? Ja, Zo deze week vooral. Al, deze ja. week vooral. Het was deze week best wel uh, turbulent. Um, eh, ik geloof maandag de 24ste, dat was de, 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 de heftigste prijsactie. Toen ging de koers in, um, kijk hoor, dit is 11 uur ochtends, 10 uur 30. Stonden we nog op 63.000. Ja. En uh, s'avonds om een uur of tien, nou, zeg maar in 12 uur tijd, naar 58.000. Dus dat is wel een flinke... Ja, kijk, historisch gezien is het helemaal niet zo flink. In nee. het verleden deden we dit zeg maar tussen de muesli en de koffie. Maar inmiddels, ja, we zijn niet meer zo gewend. Dat soort enorme prijsschommelingen. Dus nu, nu was het er al heftig. En, ja, en het is absoluut kwamen, gezien natuurlijk gewoon... Uh, klopt. Ja, weet je, ja maar... Eigenlijk, eigenlijk zou je voor je gevoel het gewoon door 1000 moeten delen. Er staat ook vaak in veel apps een punt tussen. Hè? Dus ja. 62,500. Dat is dan 62.500. Maar je kan ook gewoon zeggen 62,5. En dan ga je van 62,5 naar 60,5 of zo. Ja, ah, ja dat maakt eigenlijk niet, scheelt eigenlijk niet zoveel. Nee. Ja, het is al 2000 dollar. Maar goed, um, waarom is het wel significant? Dat is omdat we dat uh, elke keer hebben over dat prijsbereik. Dat prijsbereik, uh, daar kwamen we binnen op 28 februari. Dat is morgen, precies vier maanden geleden. En toen gingen we namelijk voor het eerst weer eens boven de 60.000 dollar. Voor het eerst sinds 2021. Toen stegen we nog iets door. Hè. Ik geloof 14 maart was de piek dan op 73.000. Daartussen lag precies ons tripje naar Madeira, eh, mannen. Ik weet nog, op de terugweg zaten we. Nog op de luchthaven te schrijven over de nieuwe all-time high in ja, euro's. Ja, ja, ja. Nou, ietsjes later kwam uh, de all-time high in dollars, 69.000. Ik heb de hele tijd mijn MacBook stond te burnen omdat dat <laughs> script elke keer weer ja. uh, al die API's leeg te trekken. Ja, precies. Oh jij ja, was natuurlijk al die valuta inderdaad ja, aan het ja, vergelijken. Ja. Eerst een all-time high in dit, toen een all-time high in dat. Dat was die periode, zeg maar tussen 28 februari en 14 maart, die twee weken, um, uh, kwamen we eigenlijk in het prijsbereik. Die, die twee weken, die definieerden het prijsbereik. En daarna daalde de koers uh, nog even terug en weer omhoog. en ja, Uiteindelijk hebben we die bovenkant een paar keer opgezocht. Die bovenkant ligt dan zeg maar zo rond de 273.000 dollar. Die hebben we twee keer opgezocht. En nu hebben we de onderkant ook twee keer opgezocht. Eerst rond 1 mei. Toen daalde ze zelfs naar 56,5. Heel eventjes de, 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 de aan de onderkant uitgevallen. Toen meteen weer terug. Um, um, en, en deze week dus weer. Want we hebben even 58.000 ik moet even goed zeggen hoor, 58.500 ook zo'n beetje gezien. Dus eventjes eruit. In, 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 in dit geval was het zelfs voor het dagslot weer terug boven de 60.000. Dus, dus de, als je kijkt naar de daily candles, dus de daggrafiek, dan zie je niet eens één slot onder de 60.000. Dus hiervan kun je echt zeggen: dit was een heel korte kort afwijking, maar begin mei was het wel twee dagen onder de 60.000, maar het weekslot lag daarna ook gewoon weer boven de 60.000. Dus als je zeg maar, die dag en die weekslotten als soort van signaalruisscheiding zou gebruiken, dan kun je zeggen, ja, het signaal is dat we eigenlijk binnen dat prijsbereik blijven. En dan, dan komt die koers daar ietsjes onder en dan zegt de markt, ja, maar voor, deze, voor, voor dit bedrag is er wel vraag. En dan, dan wordt die eigenlijk weer snel teruggeduwd daar naar boven. Dit, dit gedrag zagen wij ook um, in zomer 2023. Toen lag het, was het prijsbereik tussen 25 en 32.000 dollar. 7000 dollar verschil tussen de onder- en de bovenkant. Nu zit er ja, 13.000 dollar verschil, dus twee keer zoveel dollar verschil. Alleen omdat de koers ook twee keer zo hoog is, is de verhouding in procenten tussen die onder- en die bovenkant ongeveer even groot. Dus het prijsbereik is. Relatief percentueel ongeveer even groot als vorige zomer. En daar eindigt de gelijkenis niet. Want ook vorige zomer zijn we twee keer naar die bovenkant geweest, 31.000, en twee keer aan de onderkant, 25.300, was eigenlijk de grens, hè, als je technisch keek. En ook twee keer is hij eronder gepiept, 24.700, 24.800. En ook twee keer is hij heel snel weer teruggeduwd, het prijsbereik in. Twee keer kwam de koers onder het 50-daags gemiddelde. Twee daily cycles die hij daar afsloot. Dus ja, je ziet nu steeds meer analisten zeggen: Ja, kijk eens naar vorige zomer. Hè, dat is precies hetzelfde. The song of the summer. Hè. Het is vanaf nu is elke zomer zo. Hè. Ja, mensen zijn het dat betreft ook, zien overal patronen in, hè. gezichten in de wolken, zeggen we dan. En um, ja, dat is, dat is eigenlijk het, het, het beeld wat dan ontstaat van ja, we hebben weer een, een prijsbereik waarin de koers zijwaarts gaat. En in een boelmarkt noem je dat dan in principe consolidatie. Dus er is een stijging geweest en de markt verwerkt die stijging. Er is een, er, ja, we, moeten, we zijn aan het wennen aan dit soort koersen. En ik maak al, al, alweer een tijdje mee dat ik mensen spreek die zeggen, po, wat is de koerslaag? 62.000 dollar. Denk van ja, als je dat anderhalf jaar geleden had gezegd. Dat iedereen met de wijsvinger naar het voorhoofd geweest. Hè? Dat was natuurlijk vanuit, vanuit dat perspectief. Uh, zat iedereen op, eh, op, op zijn knietjes. Ik hoop niet dat we naar 8.000 dollar gaan. Weet je wel. Dus het is allemaal heel erg contextafhankelijk. En inmiddels vinden wij 62.000 dollar echt, echt heel laag. Um, dus dat is er gebeurd Bart, de afgelopen week. En ja, we zitten dus gewoon. Als je het met een hele... Um, ja, zeg je dat um, uh, rustige, conservatieve bril naar kijkt, dan zeg je ja, we zaten eerst aan de bovenkant van het prijsbereik en nu zitten we aan de onderkant. En eigenlijk is er niet zoveel aan de hand. Maar ja, zo voelt dat natuurlijk niet. Ja, want aan de bovenkant, toen we aan de bovenkant zaten, toen zei iedereen uh, all time high soon, moon soon, walls of money, omega candles. En nu zitten we aan de onderkant en nu is het doom soon. Hè. Uh, het is al, we gaan nu naar de 40, naar de 30, naar de 20.000. Dus dit sentiment dat slingert dan alle kanten op. Je hebt die fear and greed. Indic indicatoren, hè, dat is zo'n soort metertje. die Tussen 0 is dan fear, and, of extreme fear. En 100 is extreme greed. Dat is, uh, die is er voor bitcoin. Die is gejat van de S&P 500. Daar is die ook al voor, uh, heel lang voor. Die wordt ja, door een of andere. Uh, volgens mij, een of andere nieuwsmedium wordt dat. Wordt die, een soort financieel nieuwsmedium wordt die bijgehouden al heel lang. Yahoo of zo, ik weet niet precies. Maar anyway, die, 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 die staat weer in fair, Die staat nu weer in het segmentje van fear. Um, voor het eerst sinds tijden. Dus ja, dat is, um, dat is dan waar we nu zitten. En ja, wat, mot, wat motten we daarmee? Um, nou, ik denk inderdaad, dat we, trouwens. Weet ik ik, ik ja, ik had hem even snel bijgepakt. We zitten echt inderdaad weer um, augustus 23. Wat was het toen voor gortigs aan de hand? Dat we allemaal zaten te huilen voor, ons, uh, voor ja. de Bitcoin-chart. Precies dit, wat ik net zei. Dus de tweede keer, dat hij de, de tweede keer in dat prijsbereik, dat hij vorig ja. jaar naar de, onder de 25.000 dollar ging, toen alles all los. En dat was notabene nadat BlackRock zei: wij zijn bezig met een ETF, we hebben een aanvraag ingediend. En Grayscale de rechtszaak won. Ja. En toch extreme fear, weet je wel. Eh, en dat zie je nu eigenlijk ook een beetje. Hè, van die de Ether ETF's komen. De, 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 de houding in Amerika is aan het veranderen. Uh, Michael Dell zegt uh, scarcity. En de markt interesseert dan, Al het goede nieuws wordt gewoon genegeerd. Ja. Eh, dat, wordt, dat wordt nu te even terzijde geschoven. Ik bedoel, ik, we hebben wel mindere miljardairs gehad... waarbij iedereen... Op de tafel stond te dansen van plezier, weet je wel? En nu is, het al, nu is alles, alles angst. Um, het is goed om even uit te zoomen, denk ik. Um, ik. Ik wil even op drie niveaus kijken naar waar we staan. Het hoogste niveau is het seculaire niveau. Eh, niet seculier, maar seculair. Dat, is, dat, dat woord betekent dat het betrekking heeft op de heel lange termijn. Het komt van het Latijnse cyclum, betekent eeuw of, lang, lang, of geslacht. Hè, het lang tijdperk. En wat zien we nou op, dat, op die lange, langzaam veranderende trends? Daar zien we um, dat we ja, dit decennium een, een, een tijd in zijn gegaan van, um, met een ander karakter dan de 30, 40 jaar ervoor. De, de, de jaren daarvoor die zou je kunnen omschrijven als de Great Moderation. Dat is een tijd waarin er weinig volatiliteit was. Dingen waren voorspelbaar, dingen waren rustig. Er was betrekkelijk veel vrede in de wereld. De, de mensen vertrouwden elkaar, landen vertrouwden elkaar. Um, en, een, en een van de uh, gevolgen daarvan was globalisering. Hè? Dus we maakten gebruik, landen maakten gebruik van elkaars krachten. Hè? Aan de ene kant van de wereld was de arbeidskracht goedkoop, op een andere plek waren de grondstoffen makkelijk uit de grond te halen. Op de volgende plek zaten heel veel oude mensen met veel geld die, uh, die dingen konden kopen. En dat werd gewoon bij elkaar gebracht: schepen, vliegtuigen, um, weinig, um, um, uh, um, hoe zeg je dat, drempels, weinig, beperkingen, weinig uh, importheffingen en weinig regels. Dus regels werden minder gemaakt, weet je wel. De, de World Trade Organization die dat allemaal organiseerde. Dat is de tijd waar we uitkomen. Dat heeft voor heel veel groei gezorgd. Economische groei. En ook allerlei ne negatieve neveneffecten. Hè? Maar als je puur economisch kijkt, ja, is een tijd geweest waarin het um, de wereld goed ging. De, de armoede nam af, het aantal mensen onder de armoedegrens leefde nam af, um, noem het allemaal op. Nou, die tijd is voorbij, dat klinkt heel definitief en heel dramatisch, maar er is wel een nieuw tijdwerk aangebroken, waarvan um, um, Isabel Schnabel, een van de directeuren van de Europese Centrale Bank, die noemde dat in een toespraak in 2022, een new era of volatility. En zij zegt van ja, de wereld is aan het veranderen. En dat heeft te maken met deglobalisering, het heeft te maken met de um, klimaattransitie, waar we doorheen moeten, um, oorlogen. En daardoor is, is he, zegt zij, is mijn verwachting dat, dat de wereld volatieler wordt. En volatieler betekent meer schommeling in prijsniveaus. En dat kan zijn de prijs van spullen, he, dus, dus commodities, dingen als koper en olie, energie, he, um, um, tarwe, voedsel. Uh, voedsel en energie, he, dat zijn de belangrijkste, denk ik, en, 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 en grondstoffen. Dus, maar ook de prijs van geld en dat noemen we dan rente. En ook, zegt ze, meer volatiliteit in de policy, dus het beleid. Want beleid reageert natuurlijk op die anderen. Dus allerlei soort dingen, dus rentes en prijzen van spullen. En het beleid wat erbij hoort, zal meer schommeling laten zien. Onvoorspelbaarder zijn. Het is een ander soort wereld. Um, ze noemde deglobalisering en uh, Polta, uh, uh, Zoltan Pozar. Poltan. Zoltan Pozar, hij was analist bij Credit Suisse. Is hij nu niet meer omdat Credit Suisse niet meer bestaat. Hij is volgens mij nu zelfstandig analist. Ik lees niet zoveel meer van hem. Dat vind ik wel jammer eigenlijk. Hij zit toch niet op Twitter? Maar hij schreef een stuk, um, ja, ik denk een half jaar of zo na het begin van de oorlog uh, van Rusland die Oekraïne binnenviel. En hij had het over deglobalisering. Hij zei: er gaan vier soorten dingen gebeuren: um, um, rearm. We gaan weer in defensie moeten investeren. De wereld moet zichzelf weer kunnen verdedigen. Reshore. We gaan productie weer terughalen naar ons eigen grondgebied. Het was altijd offshore. Nu gaan we weer reshore. We gaan restocken. To restock en reinvest. Dus we gaan weer eigen voorraden van grondstoffen willen hebben. En rewire. Rewire the grid. De energietransitie. En dat zijn vier krachten die alle vier zorgen voor inflatie voor hogere prijzen, voor um, ja, ja, eigenlijk dat, voor structureel hogere prijzen. En dat moet betaald worden. Dingen moeten betaald worden. Hoe worden betaald? Hoe, zorgen, hoe, hoe komt die hoge inflatie? Komt ook dat er gewoon meer schulden worden aangegaan? Overheden die begrotingstekorten hebben. Um, en hoe financier je dat? Ja, door de rente laag te houden. Maar ja, hoge inflatie, laag rente. Dus er ontstaat een best wel lastige positie voor overheden om, de, om dit te. en centrale banken, hè, centrale bank, min of meer onderdeel van de overheid, om dit te manoeuvreren. En ja, een van de consequenties hiervan, en dat is denk ik wat je de laatste tijd veel ziet, is. Als dit dan de, de context is, de macro-economische geopolitieke context van de komende 10, 20 jaar. Waar, waar, waarin je je vermogen moet beheren als mens. Want als de inflatie hoog is, dan smelt de waarde van je spaargeld weg. Dus je moet iets. Je wordt, dat is natuurlijk wel een verschil. En met de zeros en de tens die we achter de rug hebben. Toen was de inflatie tussen de 0 en de anderhalf procent. Ik geloof in Nederland gemiddeld 1,1 of 1,2 procent in die 20 jaar. Ja, eh, bij, dan, dan halveert de waarde van je spaargeld in, weet ik veel, 40, 50, 60. Ja, dat, dat is vervelend, maar je, je kunt nog je waarde 10 jaar de toekomst in verplaatsen. Als de inflatie gemiddeld 10% is, dan is na 7 jaar is je spaargeld gehalveerd. Je waarde, de waarde, de koopkracht ervan. Dus je wordt meer gedwongen om hierover na te wat, wat doe ik dan? Hoe zorg ik dat de, de, het, het geld wat ik verdien met de energie die ik vandaag heb, in, ben, ben in, in, het, in de kracht van mijn leven, ik verdien geld. En daarmee wil ik straks, als ik 80 ben, wil ik ook nog kunnen leven of 70. om kinderen laten studeren of whatever. Dus ik wil geld, de toekomst, de waarde, koopkracht, de toekomst in transporteren. Hoe doe ik dat dan? En niet door het op je spaarrekening te zetten. Ja. Ja, en er zit ook een stukje een soort van gedwongen, je wordt gedwongen om meer risico te nemen. Hè? dat is, dat is de, de andere kant van de medaille die je net beschrijft. Zeg maar. omdat je het niet gewoon op een spaarrekening kan laten staan. Want dat is het ding, als de het, als het inflatie 1-2% is, dan kan je ook nog redelijk gemakkelijk, als je het niet op een spaarrekening laat staan, zonder al te veel gekkigheid te doen, die inflatie outperformen door gewoon in een uh, ETF, S&P 500 of Nasdaq ETF of whatever world ETF te investeren. Maar met 7, 8% wordt het op een gegeven moment ook wel lastig, zeg maar. Wat, wat ga je kopen wat nog outperformt? Ja, wat, wat de inflatie nog outperformt? Kijk, de traditionele denkrichting is de 60-40 portefeuille. 60% aandelen, 40% obligaties. Nou, ik zag van de week een stuk in het Financiële Dagblad. Zit je met de spreiding van 60 aandelen en 40% obligaties gebijt? De vraagteken. antwoord was eigenlijk nee. En dat zie je steeds meer. Het zijn niet meer alleen maar de goudgekkies, tussen aanhalingstekens... Die zeggen, joh, die 40% obligaties is een probleem. Het zijn nu ook gewoon wetenschappers, economen die zeggen, ja, die 40% obligaties. die hebben hun langste tijd gehad. En dat heeft twee redenen. De obligaties hebben 40 jaar lang in een boelmarkt gezeten. En dat is logisch, want de rente die was in de jaren 80, 15%. En die is jaar na jaar gedaald. of nou, ik moet eigenlijk zeggen, decennium na decennium gedaald. naar uiteindelijk 0%. En als de rente daalt bij een obligatie, stijgt de waarde. Ja, dus je kon. Zelfs al zou de rente op je obligatie lager zijn dan de inflatie, dan nog profiteerde je van de waarde toename van die obligatie. Dat, dat, dat was, al, eigenlijk was die eigenlijk in die 60-40 portefeuille, die werd extra geboost door het obligaties niet alleen een bepaalde inkomstenstroom opleverde, maar ook nog in zijn waarde toename. Waanzinnig. Dat, dat is voorbij, want de ondergrens is 0%, ja, we zitten nu op 5%. In Amerika en 4 in Europa of 3, zoveel. Dat gaat weer naar richting de 0, 1, 2, whatever procent. Maar het probleem is vooral. We kunnen niet over 10 jaar op min 4 procent. En over 20 jaar op min 8 procent. En over 30 jaar op min 12 procent. En over. Weet je wel? Dus we kunnen die lijn niet doorzetten. Dus um, bij obligaties moet je het nu alleen nog maar hebben van de rente. En niet meer van de waardetoename van de obligatie zelf. Dat is één aspect. Een tweede is. De correlatie tussen. Obligaties en aandelen is de laatste vijf jaar gestegen ten opzichte van de decennia daarvoor. Daar zijn allerlei redenen voor. En het is ook, er zijn ook argumenten dat het tijdelijk is. Maar als dat zo blijft, dan he, he, hebben obligaties ook geen diversificerend effect meer op een portefeuille. Dus wat, wat moet je nog met die. Waarom, moet je nog, waarom zou je nog obligaties willen? Hè? En wat je in het algemeen ziet is. Een zoektocht naar alternatieven. Letterlijk in de zin van Alternative Investments. Dat is de categorie van beleggingen anders dan obligaties, aandelen uh, en cash. Uh, dat zijn de componenten: obligaties, aandelen, cash en alternatives. Uh, zo wordt het vaak gezien. Wat zit daar dan in, in die Alternative Investments? Um, ja, private equity, dus investeren in bedrijven die nog niet aan de beurs zijn. Venture capital, hedge funds, dat soort dingen. En real assets. En nou, wat interessant. Real assets, wat zit daar dan in? Real assets, dat zijn eigenlijk ja, min of meer dingen die je kunt zien en vasthouden. Eh, ten opzichte van financial assets. Eh, en een real asset, bijvoorbeeld real estate, eh, dus vastgoed of land. Of claims op grondstoffen. Het zijn grondstoffen: olie, eh, maar ook edelmetalen en eh, goud en zilver. Industriële metalen, platinum, koper, dat soort dingen. En digital commodities, Bitcoin, Ether, die zijn in ieder geval in de Verenigde Staten nu al als digital commodity aangemerkt. Dat zijn allemaal real assets, het zijn namelijk, het zijn namelijk dingen die je kunt bezitten zonder afhankelijkheid van een, van een partij wiens verplichting het is. Bart, jij zit op het punt om nou, dat over te ja, zeggen. Ja, nee. Nou ja, ik vind het gewoon zo grappig dat, dat, dan, dat je dan... Uh... Allemaal van die uh, bakjes hebt zeg maar. Met, uh, en eigenlijk past bitcoin hier dan niet echt weer in. Maar toch weer wel. Dat, en ook eten hoor. Ik bedoel dat, dat maakt maar niet zoveel uit welke van de twee het is. Maar ik vind het gewoon zo grappig. Dat, dat eigenlijk als je het zo hoort. Zou je het meer bij die financial. Uh, weet je zeggen. Ja, dingen die je vast kan pakken. Die je kan zien. Ja dat kan ik beide niet. Bij bitcoin en ether. Maar door hoe het in elkaar zit. Kan dat wel. En past het eigenlijk weer beter in het bakje waar je ze plaatst. Dat ja. vind ik gewoon even weer grappig. Het heeft geen fysieke manifestatie over een uh, natural gas, hè? Uh, aardgas kun je ook niet zien of vastpakken. Ja, wel kun je, nog wel, je kunt wel ergen, je kunt wel ruiken. Ja, dat is alleen als er geurstof aan toegevoegd is. Ja, dat is wel waar. Maar goed. Ja. Okay. Eerste punt: hè? Bitcoin heeft, in, als het eenmaal gemind is, geen fysieke manifestatie meer. Dat klopt. Maar het heeft wel die karaktereigenschappen nee, die wij horen. Het hè? zit in de goede bucket, hoor, wat dat betreft. Maar het is meer gewoon even weer een realisatie hoe bijzonder crypto-valuta zijn. Ja, ik, ik deel te tegenwoordig... we ja, hebben het al 317 afleveringen ja. hoeven We hoeven verder niet lang ja, bij kom. stil te staan of zo. Maar hey, ik deel tegenwoordig de crypto-markt. Vorige week zat ik met uh, een groep... van institutionele partijen uit Nederland. De pensioenfondsen, en dat soort partijen. En ik deel tegenwoordig vaak op in drie groepen. Je hebt, je hebt, um, crypto, je hebt digital commodities. Dat zijn de crypto-assets... Uh, die een rol spelen in de speltheorie... van een crypto-netwerk. Nee, dus bitcoin... Is nodig om het Bitcoin-netwerk te laten werken. Zonder Bitcoin is er geen Bitcoin-netwerk. Ether is nodig om het Ethereum-netwerk te laten werken. Zonder Ether is het netwerk er niet. De tweede groep assets, dat zijn um, crypto-assets die een rol spelen in de speltheorie van een protocol. Dus je hebt een protocol, een, een, een gedecentraliseerd protocol, vaak bestaande uit smart contracts die op een crypto-netwerk uh, gedeployed zijn. En dat protocol werkt alleen maar als een bepaald token daar een rol in speelt. Het UNI-token, Uniswap protocol, het LINK-token in Chainlink protocol enzovoort. Noemen we ook wel utility tokens. En de derde categorie is de rest. Dat zijn alle assets die vastgelegd worden op zo'n netwerk en, en gebruikt kunnen worden in zo'n protocol. En dat kunnen memecoins zijn, het kunnen stablecoins zijn, het kunnen uh, real-world assets zijn, hè, obligaties. Hè. De uh, ABN Amro heeft een tijdje terug een obligatie uitgebracht op Polygon. Um, dat is het Ethereum ecosysteem het kunnen um, NFT's zijn het kunnen allerlei soorten dingen zijn en die, die, die real assets die zitten wat mij betreft op die, die, in de eerste categorie He, dat, zijn, dat, zijn die, dat zijn digital commodities dat zijn de crypto assets die een rol spelen in, in zo'n netwerk um, en daar heb je erbij die heel veel mensen willen hebben die hele grote netwerkeffecten hebben zoals goud, cq, bitcoin um, of olie, zoals ether en er zijn ook commodities, grondstoffen die eigenlijk niemand wil. die je gewoon overal kunt opscheppen. Weet je, ja, dat heb je, je hebt ook crypto-netwerken die verder niemand wil. Ja, nou, er zijn dus ook niet veel waard. Anyway, einde van, het, uh, van de vergelijking. Kijk, dit is denk ik, als je helemaal uitzoomt. dit is het, het seculaire perspectief. In, met dit perspectief, waarbij beleggers, vermogensbeheerders. Uh, particulier en professioneel op bezoek gaan naar betere manieren... om hun portefeuille te laten aansluiten... op die nieuwe realiteit... daar speelt Bitcoin een rol. Daar is Bitcoin... heeft daar een plek. En het feit dat er nu ETF's zijn... helpt... om Bitcoin dan op te nemen in zo'n portefeuille. Hè? En... Um, ja, dat is... dit is... groot nieuws. Hè? Dit is, dit is um, geen kleinigheid... Ja, dit, dit zijn enorme verschuivingen hè, binnen de 800 biljoen dollar aan wealth, aan bezittingen die er zijn. Dus, dit, maar dit is een heel lang verhaal van 20, 30 jaar waarin heel langzaam verschuivingen optreden. Oké, okay, dat, dat, dat is even het, het, het blik nou ja, naar de komende 10, 20 jaar toe. Dan even naar iets kortere termijn, nog wel de lange termijn, maar dan de cyclische lange termijn. En dan heb je het over... Cyclussen van tussen de drie en de zes jaar. De business cycle, de conjunctuurcyclus. Of de marktcyclus van bitcoin. De marktcyclus van de dollar. Als je daarnaar kijkt, dan staan er best wel veel seinen op gunstig. Um, als je kijkt naar de marktcyclus van bitcoin, dan hebben we ja, de, de bodem van de Bearmarkt achter de rug in november 2022, dan zien we sindsdien een boelmarkt met hoge toppen, hogere bodems op de weekgrafiek. Um, en allerlei indicatoren die zeggen, ja, je zit. Ja, een beetje halverwege zo'n boelmarkt. Zit er nog lang niet in het oververhitte gedeelte. Nog lang niet in het euforische gedeelte. Er is nog heel veel ruimte voor groei. De halving net achter de rug. Met het verhaal wat daarbij hoort. De global liquidity. Dus ook een bepaalde cyclus. Die zit in het stijgende gedeelte. Dus de liquiditeit gaat in de komende 20 maanden toenemen. Um, de conjunctuurcyclus zit... In een gunstig stuk, zo lijkt het. Dus de conjunctuurcyclus is erg, erg verstoord geraakt door alle ingrepen door overheden de afgelopen vijf jaar. Dus het is moeilijk om te peilen waar die nou precies zit in zijn natuurlijke um, ritme. Maar het lijkt erop dat we ook daar in een stijgend gedeelte zitten. Dus de soft landing, die iedereen zo graag wil, waar, die, die, die lijkt er daadwerkelijk te komen. Tot we ernstig worden wakker geschud uit die droom. Dat zou natuurlijk kunnen, maar tot die tijd is dat in ieder geval wel het beeld. Dat is wel waar de markt op handelt. Met dus ook renteverlagingen in het verschiet. In Europa hebben we de eerste gehad, in Amerika komen ze eind van het jaar wellicht. Verkiezingen, dat is ook een cyclus van vier jaar. Daar zitten we in het verkiezingsjaar, wat normaal gesproken een gunstig jaar is. Aandelen staan op all-time highs. Ja, er is een bepaalde correlatie tussen de aandelenmarkt en de cryptomarkt. Waarom zou Bitcoin zich daar niet bij aansluiten? Of de crypto-markt zich daar niet bij aansluiten? He, dus je, je ziet, als je cyclisch kijkt, de lange termijn, dan zijn het eigenlijk allemaal gunstige signalen. Het enige wat je misschien zou kunnen zeggen, wat daar, um, wat daar in, die, zeg maar in, in deze categorie tegenwerkt, is dat de rente nog steeds hoog is daadwerkelijk. Dat er geen QE is. En dat was natuurlijk in 2020, 2021 er wel zo. Dat er nu geen overheidschecks worden uitgekeerd, zoals met corona. Dat er in China nu problemen zijn. En er zijn wel wat nou ja, argumenten om te zeggen: van ja, dat gooit misschien roet in het eten. Maar als je ze op een weegschaal legt, dan is de positieve kant is het best. Oké, okay, dan gaan we naar de korte termijn. Dus we hebben twee: twee dus het seculaire gehad. We hebben het cyclische lange termijn gehad. En nu gaan we naar de korte termijn kijken. Um, en daar zien we dan. Ja, Peter heeft ze net genoemd. De USA is bitcoin aan het verkopen. Duitsland schijnt bitcoin te verkopen. Mount Gox die gaat 65.000 bitcoins, de markt op flikkeren. Ja, Peter heeft uitgelegd hoe het echt zit, hè? maar goed, um, dat is dan wel het verhaal. De miners die zijn aan het verkopen. Dat doen ze al een tijdje hoor, sinds het begin van dit jaar, maar um, of eigenlijk sinds oktober vorig jaar al uh, gestaag. Maar nu ook. En dat is ook niet gek, want um, ja, de, de hash rates aan het afnemen, de, de hash price staat op een laag niveau. En ah, miners hebben het waarschijnlijk zwaar met de koers die niet naar 100.000 gestegen is, maar naar 60.000 gedaald is. Um, en een andere ding die weer uh, gewoon lekker, wat we aan het begin van de aflevering zeiden, ook weer onder de 10 zat per VBit. Ja, dat helpt me het, niet mee. Er was natuurlijk nog een soort van hoop, hè, van ah, de, de fees die nemen het wel over met die runes en zo, maar dat is helemaal ja. niet waar. Ja, um, tot, dus, tot zover niet in ieder geval. Tot nu in ieder geval niet. Um, en, en nog een andere wat op de korte termijn ook tegenwerkt. Dat is, kijk, bitcoin is een, is een momentum asset. Dat zo noemt, um, um, even kijken, Ram Aluwalia. Noemt dat zo van Lumida Capital. Die, uh, die zegt, ja, bit, bitcoin is een momentum asset. Of uh, crypto zegt hij, maar de crypto markt. En hij zegt van, ja, dat is niet alleen... Uh, crypto, maar ook bijvoorbeeld NVIDIA is een momentum asset. En bij momentum assets gaat het over attention: krijg je aandacht. En um, nu krijgt NVIDIA de aandacht. Iedereen die wil meedoen met die aandacht. In 2021 was Bitcoin, hè? Elon Musk die, die, die had gekocht, ging het voor Tesla accepteren. Cathy Wood had een goed jaar. Iedereen keek van wat Arc deed. Coinbase ging de beurs op. DeFi was een goed narratief. Dus de, de aandachtstrekker was Bitcoin. En toen kwam GameStop, GME. En één maandje. En toen was ook, was ook een maand waarop Bitcoin daalde. En ineens ging de aandacht heel eventjes naar GameStop. Dat was ook na een maandje weer weg. Toen ging Bitcoins boelmarkt verder en zo. Maar nu is het anders. Nu gaat de aandacht naar AI en naar Nvidia. En een deel van de beleggers die naar dat momentum zoekt. Naar, de, naar waar, waar gaat het nu over? die is nu niet met bitcoin bezig, maar met, met, met Nvidia. En dat is in ieder geval op korte termijn... Hè, is dat een, ja, een, een, af, een afleidende factor... Hè, die in hetzelfde bakje valt van ja, niet, niet per se wind in de rug. Het feit dat de renteverlagingen telkens uitgesteld worden... op korte termijn ook geen wind in de rug. En zo zie je dat op heel korte termijn... er ja, zijn er wat factoren die dan te, voor tegenwind zorgen... Is het niet in het echt dan wel in de perceptie, in het narratief, in het sentiment? Ja, en dan iets wat aansluit op een opmerking die we allemaal eerder gemaakt hebben, deze, deze aflevering. Narratief en sentiment volgen prijs. Ja, dus, dus als de prijs aan het stijgen is, dan, ziet ieder, dan is iedereen optimistisch, en dan ziet iedereen. In alles wat er gebeurt, positieve signalen. Dit gebeurt en dat gebeurt. En Michael Dell koopt en zus en zo. En alles, is, alles wordt uitgelegd als positief. En alles wat er dan aan negatieve dingen gebeurt. Ah, de men haalt de schouders op. Oh, de markt die absorbeert dat wel. Laat, laat Amerika maar verkopen. De markt absorbeert het wel. En als de koers aan het dalen is, ja, dan is het precies andersom. Positieve dingen worden genegeerd. En alles wat ook maar enigszins negatief uitgelegd kan worden, dat wordt uitvergroot. En dat is onheil en doem en problemen en ellende. Hè? En um, ja, we hebben nu gewoon win tegen. Hè? En ja, dat, 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 dat moet dan een keer keren. Want ja, wat is dan oorzaak en gevolg? Hè? Prijs en enthousiasme. Ja, wat kan dat keren? Dat kan ook gewoon zoiets simpels zijn als één positieve gebeurtenis of een omgevingsfactor die ervoor zorgt dat de koers weer gaat stijgen en nou, iedereen raakt weer geïnteresseerd. Hè? Dus daar, zit, daar zit een bepaalde onvoorspelbaarheid in. Hoe gaat dat dan gebeuren? Um, kijk, die daling van de afgelopen week, die zou al een daily cycle low kunnen zijn, waar we het al tijd over hebben. Want we verwachten eind juni een daily cycle low. Dat zou nu kunnen, dat zou ook nog kunnen komen, komende dagen, dat we nog een keertje naar onder de 60.000 gaan. En dan beginnen we aan een nieuwe daily cycle, in principe. Nee, als je gewoon het natuurlijke ritme van die markt volgt. En dan is de grote vraag, krijgen we nog één daily cycle in dit prijsbereik? Of zelfs eronder, als er echt heel veel negativiteit de markt op komt? Of is dit... Niet alleen het begin van een daily cycle, maar ook het begin van een nieuwe weekly cycle. En gaan we nu weer een nieuwe periode van stijging in? Dat, 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 dan ligt de bodem van die cyclus dus ergens deze week, vermoedelijk. En dan duurt het natuurlijk nog een tijd. Zelfs als, zelfs als je nu een nieuwe periode van stijging krijgt, dan duurt het nog een paar weken voordat je weer tegen die 70.000 aan zit. En dan ga je er misschien naar 80.000, 90.000 zou kunnen. En dat is dan iets wat, wat zich in de maand juli afspeelt. He, en als je naar de seasonality, de seizoenswerking van Bitcoin kijkt, dan zou je misschien weer een iets zwakker augustus kunnen krijgen. En dan een, in, 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 in oktober en tot november, december zijn altijd weer heel sterk. He, dus dat, zou, dat is een, een mooi vooruitzicht. Maar het zou dus ook kunnen dat we nog één daily cycle weer in het prijsbereik hebben. En dan pas over twee maanden dat dit zich dan afspeelt. En het punt is, voor allebei zijn argumenten, voor allebei zijn aanwijzingen, ik. ik zou zeggen 50-50. Ik neig naar. Um, ik neig haast naar dat dit de daily cycle low en de weekly cycle low was. En dat we vanaf nu een nieuwe periode van stijging ingaan. Omdat iedereen zegt. Oh, we gaan nog tot september zijwaarts. En dan word ik altijd een beetje argwaan, Denk je, als iedereen dit zegt. Als iedereen nu exact dezelfde grafiek deelt. Van, ah, kijk, vorig jaar was het zo, dus nu wordt het ook zo. Dan denk ik, ja, dan zal het toch vast wel weer anders lopen. Ja, en, of, en, en hoe dan anders, boven of onder de week dan ook niet. Dan zou ik zeggen, de boven. Kijk, als je puur kijkt naar waar we, hoe we ervoor staan. Naar de, de, de RSI, de weekly RSI en de, de Mayor multiple, de MVRV, dat soort indicatoren die iets zeggen over hoe verhit een markt is. Dan staan we nu weer, zijn we nu weer afgekoeld naar waar we in oktober ook stonden. De koers was toen 25.000 dollar. Zo. 27.000 dollar. Nu zijn we op zitten op 60 en we zijn op hetzelfde afkoelingsniveau gekomen. Interesting. We zitten op meer dan het dubbele van de koers en we zijn op dezelfde temperatuur. En dus er is, dit is een prima punt om vanuit te kunnen vertrekken. Dus dat is het probleem niet. Er is, je kunt niet zeggen, nee, die stijging zit er nu eigenlijk niet in, want de markt is oververhit. Daar is geen sprake van. Maar we zitten wel op een soort kantelpunt dat we misschien nu uh, wat technische schade oplopen. Omdat we zitten nu onder de realized price van de short-term holders. Um, short-term holders verkopen zelfs tegen verlies nu. Nemen hun verlies, ze capituleren. Dat zijn, dat zijn signalen dat, dat in een boelmarkt wil je dat dat niet te lang duurt. Hè, dus hier moet je snel doorheen. Eén week, twee weken en dan gaan stijgen. En als dat niet gebeurt, ja, dan is dat historisch gezien, en dat is ook wel psychologisch te verklaren, wel vaak het begin van een langere periode van echt zwakte. He, want dan dat is toch het moment dat mensen denken: van... Oh, nou, dat zit er toch echt niet meer in. He, dit is wel, dit is, dit is anders dan we gewend zijn. Gevoelsmatig hebben we nu lang genoeg gecorrigeerd, weet je wel. Nu zou het toch echt alweer moeten starten. Dat is dan toch een soort van de massapsychologie die dan optreedt. Um, nou ja, dus, dus wat, wil ik, wat willen we zien? Wat zijn signalen van. Dat het de goede kant op gaat. Dat is in eerste instantie een stijging naar boven de realized price van de short-term holders, boven de 64.000 dollar. Daarna een stijging naar boven de, de dalende trendlijn van de afgelopen drie weken, dus boven de 65.000. En dan de laatste stap is naar boven het 50-daags gemiddelde, dat is boven de 67.000. Als je die drie hebt, dan zeg je: Oké, okay, dit is duidelijk het begin van een nieuwe daily cycle. Nu, willen we, nu verwachten we weer. Dat we de bovenkant van de range gaan bezoeken. En daar gaan we dan kijken, breken we dan uit of niet. Dat gaan we dan daarna zien. En dat moet wel echt gaan gebeuren. Dat moet wel echt gaan gebeuren. Kijk, het primaire scenario wat wij hebben, is een voortzetting van de boelmarkt. Dus dat we nu op de helft van de boelmarkt zitten in tijd ongeveer. En dat we nu nog een, een grote uh, verder uh, hebben. van de drie jaar boelmarkt hebben we anderhalf jaar gehad. Zo zou je het kunnen zien. Van drie jaar stijging hebben we anderhalf jaar gehad. Dat is onze primaire scenario. Maar het moet ook wel gebeuren. En daar ga ik morgen over schrijven in de Bitcoin Alpha. Het moet ook wel gebeuren. Want als dat niet gebeurt. Dan zou het wel eens kunnen zijn. Dat uh, het perspectief op Bitcoin. Het perspectief dat de wereld heeft op Bitcoin. Fundamenteel gaat veranderen. Ten negatieve. Hè, dus daar moeten we het maar eens met elkaar over hebben. Daar ga ik morgen over schrijven in de Alpha Markets. Dus die kun je God, als je joh, wil. Vind kan heel spannend. Hem, kun, je dat, kun je dat lezen. Nou, als je wil kun je dat lezen. Als je wil, kun je dat lezen. Daar moet je bij zijn. Pot voor drie dubbeltjes. Nu naar bitcoinalpha.nl slash niks. Slash niks. Slash prijzen. Kan je gewoon een abonnementje afsluiten. En dan weet je het morgen hoe het zit. Maar voor onze lieve free members, uh, schrijven Bert en P natuurlijk in de nieuws. Uh, of in de markets en in de nieuws ook uh, elke week wat. En daar kan je gewoon van genieten als free member, dus schrijf je in via bitcoinalpha.nl slash Discord en dan uh, Krijg je die ook gewoon te zien? Maar wil je de complete nieuws, de complete markets? Ja, dan zou ik zeker wel eventjes gewoon een, een abonnementje nemen. Um, Oké, okay, weet je. Nou, thanks Bert trouwens. Uh, we zijn weer helemaal bij. Ik ga het morgen lezen. Ik ben benieuwd. En uh, we, gaan het, uh, we gaan het gewoon weer zien. Dat is toch uiteindelijk in die end waar het altijd weer op neerkomt. Je moet gewoon wachten. En dan uh, ja, uh -huh. gaan we het meemaken. Hey, ik kreeg uh, om af te sluiten nog wat leuks binnen op Telegram. Uh, de luisteraar die ik tegen was gekomen in de Euromast, uh, die wilde een donatie sturen, maar donatieservertje moeten we even afstoffen. Die werkt niet helemaal lekker. Dus ik had gezegd van, joh, stuur nou even dat bericht op Telegram, dan lees ik hem in ieder geval even voor. Dat was leuk, want hij wilde een berichtje sturen. Dus daar sluiten we deze week mee af. Een bericht van Adrie die ons eventjes wat wil vertellen. Beste Satoshi Radio vrienden, hierbij wil ik mijn uh, grote, met hoofdletter G, dankbaarheid uitspreken voor jullie radioprogramma en de in mijn ogen unieke Satoshi Radio Community. Ik ben een vaste luisteraar die niet veel actief is op social media kanalen, maar heb Bart en Stijn afgelopen zaterdag op de hakbol in de Euromast de hand mogen schudden. Dat was Stef, maar dat maakt niet uit. Uh, ik do kan door al het kabaal kan ik me ja Stijn Stef, weet je wel? Ik bedoel, dat klinkt hetzelfde. Het allebei leuk. Je hebt Stef ontmoet en dat is ook uh, eigenlijk een uh, vast, uh, vast onderdeel van de Stosie Radio uh, familie. Helaas was het niet echt de setting om even uitgebreid over Jack Dorsey en of Elizabeth Warren te roddelen. Dat gesprek hou ik graag te goed. Maar ik wil in ieder geval aangeven dat jullie oproep voor de hakborrelkaarten bij een echte hardcore Bitcoin-liefhebber terecht zijn gekomen. En dat ik dankzij jullie oproep een nieuwe Satoshi Radio Hakborrel vriend heb ontmoet. Ja, er worden daar vrienden voor het leven gemaakt in, in de Euromast. Ja, dat is fantastisch. Nogmaals mijn grote dank voor alles wat jullie doen. En ga vooral zo door met het maken van deze fantastische radioshow. en het uitbouwen van de community. Met vriendelijke groet Adri. Nou, Adrie, jij bedankt uh, dat je op onze oproep bent ingegaan. En ik hoop dat je een fantastische avond hebt gehad. En wie weet, uh, tot op een meetup, borrel, live show-achtige. Uh, als we, als we legale applaus-tunes hadden, had je hem nu gekregen. Ja, weet je, fuck it, weet je, Peet? Ik, ik begin nu. We, we laten ons niet door die big tech bedrijven in de luren leggen, jongen. Daar komt hij. Speciaal voor Adrien wordt hij uit het stop getrokken. <laughs> Hoppakee. Ja, kom op. Kom. Ja, ja. Ja, Wat is ie. Hey. Lekker. <laughs> Als ik nog een paar oren oh, heb, dan monteer ik die er ook nog, uh, nog even onder voor onze eigen oma Adrie. Uh, nou goed, uh, thanks uh, Adrie en uh, leuk dat je er was. Uh, het is altijd leuk als je een oproepje doet dat er ook op gereageerd wordt. Dus we zijn blij dat we iemand uh, blijder mee hebben kunnen maken. zit het er voor deze week gewoon weer op. Bertus, bedankt. Peet, jij ook. Okay. En uh, ja, uh, ga allemaal lekker van het weer genieten zou ik zeggen. Nu het nog kan. Dit weekend wordt het nog wel oké okay, volgens mij. Dus uh, ga dat doen. Uh, hou je taai. Um, ja, laat je niet te veel uh, uh, de kast opjagen door uh, uh, de, de, de koersgrafieken. Kijk naar de lange termijn. Uh, ga wat leuks doen. En uh, dan zien we jullie volgende week maken. gewoon weer voor aflevering 318. Tot volgende week en uh, later. Ciao.